Je moet ook gewoon laten zien wat je maakt en waar je trots op bent. En wat veel creatieve makers hebben, is dat zij het dan toch niet goed genoeg vinden. Mm -hmm. Je kan niet altijd gelijk een 10 halen of het is niet altijd gelijk Champions League. Dat, dat, dat kan niet. Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van Make. Mijn naam is Chris Pauw. Ik ben filmmaker-fotograaf. En ik wil graag zoveel mogelijk leren van andere makers. En daarom ga ik in deze podcast in gesprek met creatieve makers die mij inspireren. In de hoop ook jou te inspireren om te blijven maken en groeien. En deze week ga ik in gesprek met regisseur Sander Jansen. Een autodidact, allround filmmaker die al vrij vroeg besloot om vol voor het regisseren te gaan. Hij ging in dienst bij een groot productiehuis en daar leerde hij de fijne kneepjes van het vak. Maar vele commercials later besloot hij toch zijn vleugels te spreiden en verder te gaan als freelance regisseur. Klaar om de wereld te veroveren. Sander staat bekend om zijn visuele en dynamische stijl. En is een koning in het verbeelden van korte verhalen. Met zorgvuldig uitgewerkte en prachtig ogende storyboards weten altijd precies wat hij wil maken en hoe hij daar komt. Dus ja, ik denk dat we vandaag meer dan genoeg kunnen gaan leren. Um, Sander, welkom bij meek, man. Dankjewel, man. Ja. Fucking one take man. Ja, en, uh, en dat zonder autocue. Ja, een beetje. Hij zie je, oh, maar, wacht, maar, die hebben maar, het hier. Nee, ik keek niet. Ik keek niet. Ja, nee. Dat leuk dat je er bent, vriend. Echt leuk. Thanks, nee. bro. Leuk Leuk dat ik hier mag zijn. We hebben elkaar de laatst tijd iets meer gesproken, want we hadden een soort eerste samenwerking ook ja. gehad. Ja. En superleuk om, om dat proces ook een keer mee te maken. En leuk om vandaag jouw verhaal een beetje, om daarin te duiken en ja. uh, alles uit je te trekken wat jij hebt geleerd over dit mooie vak. Wat ik altijd zo leuk vind als ik tegenover mensen zit, is iedereen heeft een, een heel ander verhaal natuurlijk en een, een ander pad van hoe je ergens komt, waar mm -hmm. je wilt komen. En ook jij hebt je een hele andere route afgelegd om te komen waar je, waar je nu bent. En uh, dat vind ik eigenlijk heel interessant, want ik weet dat jij bent begonnen dus als een allround filmmaker dat je heel veel dingen zelf deed. Ja. En op een gegeven moment besloot je niet daar echt mee door te gaan om zelf te blijven aankloten met alle respect. Maar om in dienst te gaan, om, om, om ervaring op te gaan doen bij een groot bedrijf waar, waar je heel erg kan groeien. Kun je ons eens allereerst eens meenemen in, in die keuze, waarom je daarvoor gekozen hebt? Uh, nou, ik was gewoon een nobody, dus uh, ja, wist ik veel. Ik bedoel, ik, ik vond het leuk om met camera om te gaan en te filmen. En uh, ik heb dat een beetje op mijn studie ontdekt. En ja, ik dacht, ik moet eerst even een beetje zekerheid hebben. Om ergens te werken en ervaring op te doen. Dus ik denk, ja, ik kan nu wel gaan gelijk gaan freelancen, maar wie ben ik? Ja, logische gedachte eigenlijk. Maar toch was voor mij toen ik begon, de meest logische gedachte: oh, ik ga het zelf uitvogelen. Het oh, kwam mm -hmm. bijna niet in mij op dat je ook gewoon naar een bedrijf kunt gaan die je de handvaten kunnen geven die je misschien nodig hebt en om, om iemand te worden, misschien wel. Mm -hmm. uh, dus eh, grappig dat je dan toch anders denkt daarin. Ja. Want daarvoor had je wel wat freelance klussen al gedaan... of, of kwam je gewoon meteen van de studie af? Nee, kijk, ik, ik, ik denk dat het komt... omdat ik eigenlijk best wel vroeg al hoog inzette. Want ik wilde regisseur worden. Okay. Dus ik wist al heel vroeg dat ik regisseur wilde worden. Maar je kan niet van, van... tenminste, het kan wel, maar ik heb er niet voor gestudeerd. Maar ik had al wel het gevoel van, oké, okay, ik wil... ...het liefst heel graag gaan regisseren. Maar ik ga eerst eens kijken hoe dat gaat... ...met camera en montage. En ja, dus ik... Ik, euh, ...ik dacht nou misschien is het beter... ...om eerst even... ...ervaring op te doen in het werkveld. Ja, ja en daar hoor ik ook een, een duidelijke onderscheid... ...dat jij eigenlijk al veel eerder ook wist... regie is mijn stip de horizon. Ja. Hoe, hoe kwam je daarachter? Want het is best wel specifiek. Kijk, ik ben nu... ...vijf, zes jaar bezig als filmmaker. En pas nu het laatste twee jaar ontdek ik, hey, regie vind ik eigenlijk het leukste onderdeel voor mijzelf. Daar ja. komt voor mij het meeste in samen. Hoe wist jij dat zo snel al, dat, dat je daarop wilde focussen? Omdat ik best wel eigenwijs ben. <laughs> dus ik heb best ja, ik, wel. Ik wou, ik wou het niet zeggen. Maar... Nee, maar ik heb best wel een eigen visie. Dus ik. ik uh, uh, ja, ik heb ook veel gewerkt voor regisseurs en. Um, ja, met andere partijen en inclusie ja, gehad. Nee, nee, dat niet zozeer, maar wel van dat ook anders kunt. En ja, ik weet niet toch ook wel het gevoel dat je dan misschien iets meer controle hebt. Dat je zelf uh, de controle hebt. Dat je, dat je zelf de kapitein van het schip bent en, en de koers vaart. En ja, ik, ik, ik weet niet. Mijn, mijn gevoel was al heel sterk vanaf het begin om dat zelf te gaan doen. Maar bij regie dat vind ik ook wel grappig dat je dat zegt, want bij regie moet je ook een hoop loslaten. Natuurlijk heb je een, een, een overzichtsview, dan ja. moet je mensen aansturen, teams bij elkaar brengen. Maar door voor dat te kiezen moet je ook heel veel taken loslaten bij film. Mm -hmm. Daar was je meteen oké okay mee, met die gedachten zeg maar. Dus heel veel, ik ken heel veel makers die, die heel lang echt alles zelf blijven doen. En regie, maar ook ja. camera willen doen en het ook nog liefst willen editen. En jij wist wel meteen, ik wil daar boven gaan hangen. Ja. Ja, omdat toch. Ik, ik heb altijd alles gedaan op gevoel. Dus ik was niet technisch, niet, niet, niet super onderlegd. En um, ik heb het wel vooral ontdekt door gewoon te doen. Maar ik vond het op zich. Ik zag, ik werkte ook met veel professionals. Dus ik dacht, ik voelde me daar ook wel gewoon vertrouwd bij om op een gegeven moment dat los te laten. Ja. Maar dat heeft wel een tijd geduurd, hoor. Ja, want. Dan praat je denk ik over jouw begintijd bij, bij Luckeen. Um, ja. Neem ons eens mee hoe de eerste jaren daar waren. En hoe je jezelf daar aan het ontwikkelen, ontwikkelen ging. Nou, het is zo daarvoor. Kijk, ik kwam zeg maar... Ik denk, ja, dus dat, ik denk dat ik het nu het werk tien jaar doe. En um, ik ben eerst gestart bij uh, Retrum Bureau. Dat okay. was een film- en animatiebureau. En uh, dat waren uh, ja, allerlei verschillende producties. Uh, dat was een beetje in... Um, ik denk ik in 2013 of 2012. En uh, toen ben ik op een gegeven moment naar Lucquien gegaan. En toen, uh, ja, dan kwam ik in een soort snoepwinkel. Uh, waar alles onder één dak zit. Dus dat was wel uh, dat was een verschakelen. Ik zeg heel eerlijk, de eerste keer dat ik daarheen ging, had ik gewoon buikpijn. <laughs> ik was. Uh, super, Waarom dan? Ja, ik weet niet. Gewoon, uh, ik chokte hem gewoon. Ik. Uh, het was gewoon heel spannend, want, want dan kwam je gewoon bij best wel een, een, een groot productiebedrijf waar mensen al jaren werken. Mensen, ja. Sommige mensen werken daar 20 of 30 jaar. Voor de mensen die het niet kennen en die meekijken. Dit is het pand bijvoorbeeld. Het is een heel groot pand naast de snelweg. Het is... Hoeveel, hoeveel vierkante meter studio is er? Volgens mij 20.000 vierkante meter. Ja, dus het is echt een imposant pand je komt, ja, waar je dan binnenkomt. Ja, ja dus dat was wel uh, verschakelen. En toen was het van... Uh, omdat daar... Uh, alles onder één dak ligt. Uh, ook qua gear en, en equipment en licht en zo. Ja, dan, dan, dan moest je op een gegeven moment... Uh, dan had je een productie en dan moest je een uh, gearlijst maken. En uh, dan zei hij van... Ja, maar wat voor licht wil je draaien? Ja, weet ik veel. Lampen? <laughs> ja, weet ik het. Uh, dus ik moest het allemaal ontdekken. Dus die eerste twee, drie jaar heb ik dat uh, allemaal wel ontdekt. En uh, kijk, ik heb wel de ervaring mee. Maar dat was best wel op... Dat was gewoon een ander niveau. Ja, en was je daar dan meteen als regisseur aan de slag? Of, of wat was je functie op het begin? Uh, Zelfregisserend cameraman. Ja, een soort cameo eigenlijk. Ja, cameraregie. Um, camerarugie. Ja, 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 ja. Laten <laughs> we ja. die, die term niet, niet gebruiken. Nee, cameo klinkt <laughs> dat is gevoelig. Maar nee, maar ik bedoel. <laughs> nee, ja, gewoon. Uh... Ik, ga trouwens, ik wil mijn intro even overnieuw doen. Ja, is goed. Uh, zit hij met Sander Jansen, cameo? En <laughs> ja, dat doet dat maar niet. Nee, grappig, ja. Nee, maar ik. Uh, nee, zelfregisseerend cameraman. Kijk, ik ben begonnen als uh, cameraman en editor. Ja. En uh, dat heb ik drie jaar lang bij Redroom gedaan met heel veel plezier. Daar heb ik ook heel veel geleerd uh, van uh, de regisseur die daar werkt, en dat is ook de eigenaar. En toen ben ik naar uh, Lukien gegaan, en. Um, ja, toen stond je er een beetje uh, op jezelf weet je, Daar stond je een beetje, een beetje alleen voor, dus moest je het heel erg zelf gaan ontdekken. Ja. En, uh, maar toen kreeg ik wel de vrijheid om meer te gaan regisseren. Omdat je dat zelf aangaf of omdat het zo liep? Ja, omdat het denk ik zo liep wel. Ja, ja. Dus je werd steeds minder zelfregisserend cameraman en regisseur en je, je kreeg steeds meer echt alleen de regietaak. Uh, ja, maar dat heeft wel, uh, denk ik, ik heb denk ik, ja, verdenk ik, denk wel nog twee of drie jaar heb ik echt camera regie gedaan. Oh ja. En die producties waren toen ook wel kleiner. Hm. Dus dat waren ook andere producties. Ja, dus er komt daar zoveel verschillende producties binnen, dat ze gaan kijken van wat matcht het beste bij uh, Sander en bij die en bij die. En op een gegeven moment was het zo dat je langzaam groeit en dat je wel... Het onder de knie krijgen en dat ze denken: van nou, dit, dit, dit kan hij, denk ik wel. Of we vragen het en hem ziet zitten om dit te doen. En wat heb je daarvoor nodig? En zodoende uh, groei je eigenlijk meer naar de wat grotere producties en dan, dan, dan besluit je ook om wat meer los te laten. Ja. En dat was wel, uh, dat ging eigenlijk heel organisch. Ik heb wel één moment gehad, wat ik heel goed weet. En dat was toen uh, voor een shoot van een commercial. En dat was in uh, Toscane. En die uh, filmde ik zelf. Hm. Want dan dacht ik van, uh, ja, laat mij dat maar zelf maar doen, weet je wel. Dat, dat, ja, precies ja. Wat, ik, wat ik eerder zei. Ja, ja, laat mij dat zelf maar doen. Dat uh, ik weet precies wat ik wil. En dan ga, ik kan, ik kan het zelf filmen. En dan regisseer ik het. Maar dan sta je daar op een berg in Toscane om 6 uh, uur s ochtends met <laughs> de tien, uh, tien man kast en een uh, klant rechts en een creatief links. En ik heb nog een crew die ik moet aansturen. En ja, dan, dan heb je aan het, elke dag uh, aan het einde van de dag hoofdpijn. En dan, uh, toen dacht ik van ik moet dat loslaten. Ik moet, ik moet, het zijn en, te veel petten? Het zijn te veel petten, ik moet meer uh, ruimte in mijn hoofd creëren om en daar wat meer afstand van nemen. En, en dat, dat de eerste keer dat ik dat deed, was toen wist ik gelijk van: Oké, okay, uh, dit is wat ik wil. Ik wil gewoon gaan regisseren en werken met professionals. En um, ja, dat, dat bevalt heel goed tot nu toe. Ja, mooi man. Ja, mooi om dat, dat te horen dat het zo eigenlijk zo helder werd voor je. Ja. Yeah. Dat is een onderwerp waar ik het vaak over heb, dat het voor mij altijd meer zoeken blijft. Terwijl ik dat moment ook wel ken dat ik dat. Als ik nu terugdenk aan mijn afgelopen twee jaar. En de ja. klussen waar ik het echt het meeste energie van heb gekregen, waar ik het meeste echt van genoten heb, zijn echt die regiedagen geweest. Om, voor jou ook. Ja, dan voel ik me ook in mijn kracht staan en dat ik een verbinder ben. En ja. precies weet wat ik wil en hoe ik, moet, ja, hoe ik dat moet realiseren met de crew en de cast die ik heb. Ja. Um, alleen duurde bij mij wat langer die zoektocht. Hey, en um, wat ben je toen eigenlijk. Dus dat werd helder voor je, dus je focus werd ook helder. Ja. Hoe ben je dat toen. Um, verder gaan uitdiepen bij Lukien. En dacht je toen eigenlijk al, oh, ik wil eigenlijk meteen al, dacht je toen eigenlijk al meteen, oh, dit zou ik misschien ook wel helemaal voor mezelf kunnen gaan doen. Of wat, wat ging er door je heen? Nee toen? joh, ik was veel te onzeker daarvoor nog. Ja, je was onzeker? Ja, ik ben best wel streng voor mezelf. Dus ik heb niet zoiets van, ik ga uh, nu, uh, ik ga het even freelancen en dan uh, freelance regisseur. Dat heeft echt wel, voordat ik mij echt ben gaan profileren als regisseur, heeft het denk ik nog wel twee of drie jaar geduurd hoor. Wat is dat dan, denk je? Waarom dat zo lang duurt dan? Dat je, dat ik denk je... dat je moet zoeken op een gegeven moment voel je bij jezelf van wanneer is het nu, um, nu is het de tijd om mezelf te profileren als regisseur of DOP of grader of sound designer. of whatever. Weet je, ik denk. Maar hoe voel je dat dan? Nou, gewoon door heel veel te doen. Gewoon je ass afwerken en gewoon heel veel te doen. Meters maken. Meters maken en op een gegeven moment, ja, dan ga je vanzelf een paar keer op je bek en dan weet je ook waar niet je kracht ligt en waar wel. En als je weet waar je kracht ligt, dan moet je daarop gaan investeren. En waarom wist je dat, dat jouw kracht lag bij regie? Wat zag jij bij jezelf gebeuren dat jij, dat jij dacht, hier ligt een kracht van mij? Nou, omdat ik het wel, het filmpje al vrij snel in mijn hoofd had. Precies. Dus stel er is, een, er is een concept van een bureau. of er is een klant en die heeft een idee. Dan begint al heel makkelijk dat filmpje in je hoofd te spelen. En dan weet je ook van: ah, dit, dit is nice. of dit werkt goed. of ik denk dat ik het op die manier kan doen. En eigenlijk ben je als rechts altijd aan het kijken van hoe kan ik het beste uh, die boodschap vertalen. visueel en inhoudelijk. En uh, ja, dat, dat, kan, dat kan op honderd manieren. En dat ga je onderzoeken voor jezelf. En op een gegeven moment dan. Word je daar steeds beter in. He, want je, je hebt ook bijvoorbeeld te maken met wat voor mij heel goed werkt, is um, um, eerste kaders neerzetten. Dus stel je hebt een, uh, een commercial of een, of een social video van 15 seconden. Ik, 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 ik schrijf of ik teken gewoon een tijdlijn van, van 0 tot 15 seconden. En daarin moet het gebeuren. Dus dan ga je heel zorgvuldig kijken van... Hoe ga ik beginnen? Hoe ga ik eindigen? Wat voor shot ga ik daarbij gebruiken? Welke compositie? Of is het één shot? Of zijn het drie shots? Of zegt diegene dan nog wat? Of, of ga ik het combineren met uh, voice-over? Met de acteur die wat zegt en een voice-over? Of weet je, dat zijn allemaal maniertjes. Dus dan... Maar wat belangrijk is, is dat je eerst die kaders gaat neerzetten. Je hebt bijvoorbeeld maar 15 seconden. Dat dus ja. is de, de, de creatieve beperking en daarin moet ja. je je verhaal... Ja. Vertellen met, met beeld en, en audio en, en alle middelen. Ja. Eigenlijk zeg je het niet al wel mooi, want je zegt het alsof het voor jou heel, heel makkelijk is. Maar dat is dan toch een van de dingen waar ik het vandaag graag met je over wil hebben. Dat mm -hmm. die verbeeldingskracht van jou. Dat jij eigenlijk nou, redelijk goed um, een verhaaltje kan omtoveren tot een concrete ja, vertelling met beelden. En dat is iets waar ik zelf heel, heel graag nog veel beter in wil worden. Ik, ik vind mezelf iemand die je goed kan zien, mm -hmm. uh, die hele mooie momenten kan vastleggen in fotografie en ook film. Uh, dus ik vind dat ik een goed oog heb, ja. maar om van tevoren heel erg te bepalen wat ik wil gaan zien, word ik steeds beter in. Ik merk het. Is een, het is een, een spier die je moet trainen. Ja. Alleen ik, vind, ik blijf dat moeilijk vinden. Ik, 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 ik hoop daar wat, wat dingen van je te leren vandaag. Ja. Dus misschien kunnen we eens een keer een hele case doorlopen. Want jij krijgt nou een bureau die uh, benadert jou of en ik kom met een concept naar jou toe. Ja. Hoe pak jij zo'n zo heel traject aan van hoe je het eerst een soort omtovert tot een verhaaltje en vervolgens ook dat verhaaltje weer in beelden uitwerkt? Ja, nou het eerste wat ik vraag is een goede briefing. Want er zit heel vaak. Uh, het helpt enorm als bijvoorbeeld een klant of bureau gewoon precies weet wat ze willen. En uh, jij kan dan de visuele vertaling daarvan maken, de verdieping. Maar Um, wat belangrijk is, is dat je je hoeft niet een heel uh, brandboek te ontvangen, maar je moet, als je al heb je een half jaar vier'tje met een wel, wel een goede briefing of een idee. Dan, dan, dan kun je dat gaan vertalen. Um, ja, en meestal uh, begin ik gewoon dat eerste. Die brief. Eigenlijk nu kan je het beste noemen trechteren. Dus ik gooi alle informatie die ik zie. Uh, van bijvoorbeeld een bedrijf of een product of een merk, dat ga ik eerst allemaal trechteren. En dan ga ik kijken van, oké, okay, wat, is, wat is nou interessant voor de kijker? Wat is nou echt interessant? Wat willen ze nou echt vertellen? Ja wat, met, ja, wat met alle respect. Heel veel kijkers, je moet altijd op de stoel zitten voor de kijker, die is de belangrijkste. Dat, dat is het allerbelangrijkste. Dat die bepaalt of het goed is of niet. En... Uh, ja, dat is dus een beetje het ding. Een kijker boeit gewoon heel veel dingen ook niet. Je moet uitkijken met de informatie die je gaat delen. En kijker is niet dom, dus je moet ook niet te veel gaan willen uitleggen. Hoe weet je wat relevant is voor een kijker? Hoe weet je wat relevant is voor een kijker? Ja, dat verschilt heel erg uh, per, per, per product of onderwerp. Of uh, is het maatschappelijk, is het commercieel, is het techie, is het uh, uh, consumentenproducten? Weet je. Dat, dat verschilt gewoon heel erg. Maar door op die stoel te gaan zitten kun je in ieder geval vanuit die vanuit dat perspectief gaan nadenken. Ja, ik ga altijd op de ik ga het eerst altijd helemaal debrieven. Dus dan weet ik gewoon van oké, okay, dit is de informatie die ik heb en dit is dit zijn de elementen waar ik mee kan spelen. Maar meestal is de boodschap dat moet gewoon in één regel kunnen. Dit, dit is de boodschap van die video. Wat moet die video bereiken bij de kijker? Moeten ze iets kopen? Moeten ze naar een website gaan? Moeten ze... Uh, uh, is, het, uh, uh, moet je, is het iets om over na te denken voor de kijker? Is het iets maatschappelijks? Weet je? Dus dat doel moet heel duidelijk zijn. En zorg je daarin ook, uh, als het niet duidelijk is voor jou, ja. dat je die informatie ook echt gaat halen bij die klant. Ja. En dat, dat je zorgt dat het, ja. dat het duidelijk wordt. Ja, 100 Want anders ga ik het niet doen. Dan denk ik dan. dan... Dan ben jij het wiel opnieuw aan het uitvinden uh, voor die klant. En, en het is, het is, tuurlijk dat kan, maar dan wordt het een heel erg, uh, ja, dat, dan, dan ben je bijna een soort creative. Dan ga je heel erg als een reclamebureau aan de gang. En... Ja, gewoon eerst echt goed luisteren en als ze het niet goed kunnen vertellen, ja. meer vragen stellen, ja. zodat je wel de info die hebt. Die je ja, nodig in het begin hebt. doe je gewoon, je bent er heel veel aan het luisteren en je bent gewoon eigenlijk uh, voornamelijk een interview aan het doen met die mensen. En dan ga je op een gegeven moment. Uh, zit op de stoel van de kijker. Dat is wat ik vaak doe. En dan denk ik, oké, okay, what's in it for me? Weet je, wat, wat, wat zou interessant zijn dan voor mij om uh, dit te zien? En wat, wat zou voor impact kunnen zorgen? Want de, uh, wat het gevaar is, is dat je heel vaak bijvoorbeeld... Uh, in een korte video heel veel wil uitleggen. Ja, heel al, veel vertellen. Alle USPs. Ja, en ja alle USPs, messaging, call to action en... Uh, maar een kijker is niet dom, weet je. Die, als dat echt triggert, die video, een commercial of content of whatever... als dat triggert, dan, dan gaat diegene zelf wel op onderzoek uit. Je moet niet denken dat je in een video... Uh, dat, dat kan wel, maar dan... Dat, dat verschilt ook weer per onderwerp, maar je hebt al... Er zit nog een hele pipeline achter, als iemand een video heeft gezien. Mensen gaan nog onderzoek doen, mensen gaan naar een website... Mensen gaan daarna erover nadenken, het gaat leven, weet je? Dus, dus, dus je kan niet gelijk denken van, oké, okay, ik heb hier een video, bam, resultaat, weet je? Ja, het is niet het complete pakket nee. aan, aan informatie die ze gaan krijgen. Nee. Het is eigenlijk vooral de, die eerste stap vaak, een trigger. Het is een trigger. Een kennismaking met je merk. Een, een... Ja. Ja. ja, dus het is een trigger en daarin en dan, dan die kijker raakt aangehaakt en daarin vertel je de boodschap uh, die je wil vertellen en het liefst in een uh, hele mooie verpakking. Die werkt dat impact creëert. Dus ik probeer altijd op de stoel te zitten van de kijker uh, om te bepalen van wat zou werken en wat zou niet werken en wat zou ik interessant vinden en wat niet. Ja, terwijl je moet ook op de stoel van de Klant zitten natuurlijk. Dus je zit op meerdere belangrijk. stoelen. Ja, je zit op meerdere stoelen. Je moet meerdere perspectieven, meerdere petten op kunnen zetten. Ik zeg altijd: ja, Riekse er huh? is aan de stoelendans. Het stoelendans, ja. ja. Nee, maar dat is wel, je moet zeggen: maar, kijk, Je kan wel, uh, ja, u vraagt wij draaien. Dat kan ook. Dan ga je gewoon doen. Uh, dan vertaal je het gewoon wat, wat de wensen van de klant Maar zij huren jou in als specialist. Jij hebt, jij hebt dat visuele vermogen en jij kan op de stoel zitten van de kijker. En dat is belangrijk. Dus het moet ook behapbaar zijn. En het moet ook leuk zijn om naar te kijken. Sinds wanneer kan jij jezelf volmondig zien als een specialist? Was dat in de eerste jaren een beetje bluf? Of uh, hoe zie je dat? Ja, je denkt altijd dat je, dat je het beste weet. Dat denk je altijd. Maar uh... nou, daar ben ik het niet mee eens. Huh? Ik, ik heb dat niet altijd gehad. Ja, nee, ik was al wat wel overtuigd van, van hoe ik dacht dat het moest worden. En dan achteraf dacht ik toch over. van, ah ja, dan. Als ik dan weer oude video's terugzie, dan denk ik van, had ik dan toch anders gedaan. Maar um, kijk, het kan op zoveel manieren die impact creëren. Het kan op zoveel manieren, weet je wel. Dus niet één manier of één script of één type video dat het beste werkt. Ja, geef tien regisseurs dezelfde briefing en het ja. worden echt tien andere video's. Ja, 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 ja. Dus daarom is het ook zo grappig. Ik, ik, ik zoek naar antwoorden en ik weet eigenlijk ja. het antwoord is. Het is bij iedereen anders. Ja. Maar ik probeer ook te zoeken naar verschillende technieken en stijlen. En uh, uh, overal iets, iets van mee te, mee te pakken, zeg maar. Ja. Maar wat je net ook aangaf, is waarom ik eigenlijk achterkwam dat ik regisseur wilde worden. Is omdat ik ook al heel snel dat filmpje voor me zie. Ja, In je hoofd. En uh, is, dat jou, is dat jouw talent? Of ho, hoe komt dat, denk je? Ik weet niet, ik denk dat ik. Uh... Als kind had ik al best wel veel fantasie, dus, de, dus die filmpjes in het hoofd maken, dat gaat eigenlijk best wel makkelijk, dat gaat vanzelf. En daaruit is dat on, 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 uit ontstaan. Dus wat ik probeer te doen is dat ja, die, die fantasie, die gebruik je eigenlijk om uh, andere partijen te helpen en, en dat te vertalen naar iets, iets wat impact maakt, weet je wel. Dus bij mij begon het gewoon met interesse voor, voor films. Films kijken, ja. Yeah. Ja, voor mij was het zo, kijk, toen ik opgroeide, uh, ik groeide met mijn broer en mijn ouders op bij een industrieterrein. En uh, er was natuurlijk geen reet te doen. De plek voor fantasie. Ja, zeker. De plek, van... plek voor de inspiratie. <laughs> een soort fantasia ja. ja, Ja, zeker. Nee, maar dat, dat was dus zeg maar. Ja, er was daar gewoon. Er was geen, er was geen shit te doen. En uh, <laughs> nee, wij woonden boven de zaak. Uh, mijn ouders hebben een autobedrijf. Ah. En uh, die, hebben, die hebben altijd heel hard gewerkt. Om dat, uh, om dat, om dat te laten groeien en dat te laten werken. En om ons te onderhouden. En uh, ik heb een oudere broer, dus die moest vaak bij mij, op mij passen. Maar je kan daar niet bijvoorbeeld in de straten uh, buiten spelen of zo. en er rijden allemaal op vrachtwagens, ja. en transport en uh, dat is best wel gevaarlijk. Dus wat wij gingen doen is, hij nam mij altijd mee naar uh, de videotheek. Naar de filmstation in Ede. En uh, ja, dat was altijd gewoon, dat was in de jaren negentig, dus je had geen internet of... Dus ja, je, je, elke keer als je daar kwam, ontdekte je daar weer nieuwe dingen. Nieuwe werelden. Ja. Dan was, het, uh, dan was je vijf en dan uh, zag je een cover. En dan zag je daar uh, Mel Gibson op staan, stond er Braveheart. <laughs> en toen dacht je, well, dat ziet er wel vet uit. <laughs> en toen was je even in Schotland. <laughs> ja, toen was ik even in Schotland. En toen zag je een, een film. En, en dat was wat voor natuurlijk. Dat ik... Kijk, ik was vrij jong, maar ik had een oudere broer. Dus ja ik zag zoveel uh, films en en dat 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 vond ik ja dat heeft heel veel uh, indruk gemaakt denk ik denk je dat daar je fantasie echt rijker is geworden ja ik denk dat daar het zaadjes geplant grappig ja ja want dat was gewoon dat was een uitje weet je daar kwam je binnen dat was gewoon het was een soort snoepwinkel dus je kwam daar binnen en uh, daar hadden ze ook nog heel veel posters en covers en trailers die speelden. Dus je was helemaal overprikkeld als kind. Tenminste, ik wel. Want ja, dan groei op een industrieterrein op. En dan kom je bij de videotheek. En dan is het gewoon een en al entertainment. Weet je. Je wordt, dus eigenlijk werd, werd je heel vroeg blootgesteld aan allerlei Hollywoodfilms en zo. En ja, ik vond dat te gek. Ik, uh, dat, dat was, dat, dat, je wilde alleen maar meer. Ja, we gingen iedere week en dat hebben we eigenlijk jaren gedaan. Dus ik denk dat daar onbewust het zaadje was geplant. Ja, ja, vet. Jammer dat die, uh, dat die wereld niet meer echt bestaat. Nee. Uh, we hebben er allemaal Netflix voor teruggekregen. Maar uh, toch mooi dat het bij jou nog zo op een uh, ouderwetse manier eigenlijk is ontstaan dan. Ja, je ging iets huren op basis van die koffer en de achterkant. En dan. Uh, Stond er 16 jaar ouder en dan dacht je: Nou, was het goed? Ja, ja. En, uh, nee, dus, dat, dat, is, dat is die bovenste plaat, huh? toch? Nee, dat was 18. <laughs> nee, daar uh, Oh, daar wacht, we hebben niet daarover. Nee, wacht, we dus, hebben niet wacht daarover. Of ik ben even door de ja, war. Ja. Je bent als Ander jansen nog even Nee, ja, zeker. <laughs> <laughs> nee, dat was een aparte hoek, daar mochten wij niet komen. Maar dat was uh, nee, dus je had zeg maar wel de hoeken van actie of oorlog of uh, gangster. En, en ja, weet je wel, je bent uh, een jonge knul, dus dat vind je ja. gewoon uh, interessant. Had je ook meteen een favoriet genre dan? Wat je... Nee, 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 dat niet per se. Dat is wel op een gegeven moment dan wil je dan wil je ook wel wat andere dingen zien. Dus um, nee, ja, dat was wel. Laat ik het zo zeggen. Dat de ik heb wel die de de Quentin Tarantino en de Martin Scorsese die uh, hadden we al vroeg uitgespeeld. En... Um, er was natuurlijk ook een guy achter de balie die dan ook zei uh, van deze moet je niet huren. Die is niet cool. Ja. Je kan beter deze kijken. Ja. Dus dat was heel leuk. Het was heel erg ontdekken. Ja, oh, leuk om iets meer over dat zaadje ook te leren. Ja. Terug dan naar, dat, naar die case eigenlijk. Uh, je hebt op die stoel van die kijker gezeten. Ja. Je weet wat, wat die wil of moet zien. Ja. En um, nou, er komt een verhaaltje uit. En hoe, ja, hoe ga je dan dus dat kader wat je had geschetst... De ja. tijdlijntje. Hoe ga je dat dan vullen met, met shots? Je staat een beetje bekend om jouw storyboards ook. Die maak je vaak samen met Janiek. Janiek van Oort. Ja, dat is een goede vriend van mij. Ja. ja een, een heel talentvolle tekenaar en storyboarder ook. Zeker. Dus hoe ga je dan met die getrechterde informatie, die eerste shots invullen? Natuurlijk is het voor jou misschien een heel, ja. na heel natuurlijk proces, maar ik probeer ja. het ook te destilleren van hoe je, ja, hoe je dat aanpakt. Stel je hebt bijvoorbeeld die tijdlijn. Dan ga je al nadenken over. Ik probeer dat te verdelen in een aantal chapters. Hoofdstukjes. Ja. Wat is het belangrijkste aan het begin? Is een vraag? Ja. Wat is het belangrijkste aan het begin van een video? Ja, een trigger. Een, een dat trigger. Ik, dat ja. mensen kunnen relateren ja, of verbinden. Die kijker moet, moet hoe hooked zijn. Die moet hooked. hooked yeah. Aangaard. Fucking hooked. Snapte? Yeah. <laughs> nee, maar die moet gewoon. Die moet, die, die, die moet, er moet een reden zijn om wat verder te kijken. Je moet een goede trigger hebben. Ja. Ja. Dat is vaak een creatief shot. Of, Wacht even, uh, waarom is dat vaak een creatief shot? Omdat het uh, een shot moet zijn wat zich onderscheidt van anderen. Dus je kan bijvoorbeeld beginnen met een, met een establishment shot of met een drone shot. Dat kan ook, maar dan heb je een wat rustiger begin. Mm. Dat kan. Ja, Je houdt ervan om, om met iets binnen te komen wat, iets wat, wat meer vaak anders is parkend, dan ja. wat mensen gezien hebben. Zodat je... Ja. Dat je een soort attentie krijgt. Ja, want die kijker die moet toch de eerste drie seconden even kalibreren. Dus echt niet niemand gaat thuis zitten. Zo voor de tv sowieso. Ik ga eens even lekker uh, commercials kijken. Of ik ga even lekker nu uh, actief. Uh, dit, hmm. kijk, dit is allemaal onbewust. Dus Oké, okay, maar het is grappig. Want denk je dan nu vanuit vorm? Vanuit een eerste shot? Of denk je vanuit wat is het eerste dat we willen vertellen? Of is dat hetzelfde voor jou? Ja, dat is ook weer afhankelijk van de video. Maar stel, het is bijvoorbeeld een, uh, een commerciële video, dan, dan, dan moet diegene moet je die wel hoek te krijgen aan het begin. En daarna ga je al heel snel over naar uh, wat wil ik overbrengen. En dat kan ook aan het begin. Kan ik beginnen met een cold open, of met een vraag, of met een met een weet ik veel, met een point of view shot. Of je kan op allerlei verschillende manieren beginnen, maar uh, het belangrijkste is dat je aan het begin, in die eerste drie seconden, al die kijker hooked krijgt. Ja. En um, vaak is het ook zo, dat moet ook wel, wel gelijk duidelijk zijn waar het om gaat. Heb je daar een voorbeeld van, van een van je eigen commercials die je die zou kunnen vertellen, waarin je dus een bepaald shot gebruikte om te laten zien waar het over gaat en mensen hoek te krijgen? Uh, kan ik het voor de YouTube-versie mooi ook even, even laten zien? Dat is een goede vraag. Bijvoorbeeld bij, goed bij, je laatste, bij je laatste whisky-reclame. Ja, 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 zeker. Nou, ja, het gaat om whisky. Dus, dus, dus de, de bottle of whisky, dat is, dat, dat, is, dat is zeg maar de herkenbaarheid. Dat is, dat is iconisch. Een dat, dat Jack Daniels is, is een totaal andere fles dan een, dan een Glenn Livid. Dus die fles die maak je in, in het begin al de hero. En die trigger is eigenlijk gewoon het plaatje, is de setting. Of is, of is, het, of is de cameravoering of het shot. Maar. Um, ja, daarna, dan begint zeg maar, het verhaaltje te spelen. Je ja. kan ook direct in het verhaal vallen. Kijk, je kan het op allerlei verschillende manieren doen. Ik kan, ik kan niet zeg maar nu een de algemeen, geheime de, formule neerleggen. Nee. nee, dat kan niet. Dat, is, dat verschilt heel erg per boodschap en, en, en het onderwerp wat je wil vertellen. Maar nee, ik weet precies. wel dat je, dat je, als je bijvoorbeeld te maken hebt met een 50 seconden video of een 20 seconden video, of uh, uh, wat voor content ook dan, dat je aan het begin wel een trigger nodig hebt, zodat die kijker blijft hangen. Ja. En dan kun je wat, dan kun je daarna de ruimte nemen om dingen te vertellen of te communiceren. Ja, precies. Ik ben ook echt niet op zoek naar een standaard template die we allemaal kunnen overnemen. En, uh... <laughs> nee, die is helaas niet. Die is er niet. Het is gewoon leuk om. Maar dat even... zou het en... ook niet meer leuk zijn. nee nee precies. Het is leuk om een kijkje te nemen in jouw hoofd en in, in je denkwijze van hoe je verschillende dingen aanpakt eigenlijk. Ja. Uh... Dus we gaan er lekker mee door. We gaan er lekker mee door, <laughs> door jongen. Um, okay, en, en als je dat in het middenstuk waar iets meer verteld moet worden, waar je misschien je boodschap wil overbrengen, heb je daar nog bepaalde gedachten die je daarbij helpen? Wil je dan misschien meer de, de, de mens naar voren laten komen? Of wordt het dan vaak meer verbaal gesproken ook? Ja, dus zeg maar, voor mij is het belangrijkste dat het visueel gewoon al helemaal duidelijk is waar het over gaat. Ik ben een hele visuele regisseur. Dus ik, dat vind ik interessant hoe je dat zegt. Ja, je nee. moet het geluid uit kunnen zetten en begrijpen wat je ziet. Door de huidige tijd waarin we leven of ja. werken human emotions zo? Ik denk dat dat iedereen zo getraind is met de hoeveelheid uh, uh, advertenties die, die die elke dag ziet, dat iedereen uh, mensen zo getraind dat ze heel snel dat visueel uh, um, Behappen voor zichzelf. Dus je moet het. Ja, dus zelf zonder een heel zorgvuldig geschreven Voice-over, die precies ja. het manifest van het merk laat ja. zien, vind jij dat het eigenlijk die kern nog steeds eruit moet komen? En daarom ben je, zit, zit je zo op, op, op het visuele stuk. Ja, ik denk dat dat, dat, dat de basis is. Dat, is. dat is voor mij een nieuwe gedachte. Dat vind ik wel grappig. Zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Ja, ik ga niet zeggen dat het overal zo werkt. Nee, wel zijn Dat zal nu niet. Ja, huh? nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> <Grappie>. <laughs> maar kijk, voor mij is het zo, ik denk, um, dan voorkom je ook dat je het heel erg gaat uitleggen in voiceover en in tekst en in supers. En weet, weet je, dus die shots, die vertellen al een heel verhaal. Weet je? Show don't tell. Ja. ja, precies. En ik zie heel erg de... Um, Bijvoorbeeld de voiceover of de of, uh, sound design. Dat, is, dat geeft veel meer body natuurlijk. En de grading ook. Want het is ook kleur. En het werkt ook psychologisch. En, maar ik denk dat je het al helemaal kan vertellen. Tenminste, de meeste, de meeste dingen kan je, als je het simpel houdt, kun je al heel veel vertellen. door alleen door middel van beeld. Als, keep, it, keep it simple. Ja, als je het mensen heel erg wil gaan uitleggen, dan haken ze af. Tenminste, ik wel. Dan, dan denk ik van ja. En waarom haken we dan af denk je? Omdat je dan al heel snel voelt van zij willen mij iets gaan uitleggen, iets mij gaan vertellen en dan dan het gaat niet meer over emotie, bij mensen nee. wel nadenken dan. Precies. Hey, en hoe zorg je er dan voor dat je Je hebt een paar keer heb je het woord impact gebruikt. Ja. Yeah. En hoe zorg je voor een soort dynamiek in je beeld en je opvolging van de shots dat je ja, dat het wel echt blijft, dat het, dat het een soort van dat mensen er zich inderdaad mee kunnen relateren. Dat het sowieso een goede dynamiek is met uh, afwisseling van close-up, naar medium, naar wide, naar ja. beweging en stilstaand. Ja. Maar ook met menselijke emotie, dat je dat over kan brengen. Hoe, hoe zorg je daarvoor? Of is dat, gaat het dat... Denk je daarover na? Ja, die balans zoeken is vind ik juist een van de moeilijkste dingen. Is lastig. Hè? Ja, maar je kan het. Je kan, ja, weet je, wel, vet shot bedenken, dat kunnen we allemaal. Maar het gaat om dat. Alleen maar close ups van ogen, dat, dat werkt ook niet. Het, nee, het moet nee, een nee soort dus dans het zijn. moet een balans zijn. Het, ik geloof heel erg in die flow. In een bepaalde flow. In, 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 in die golf. Dus binnen die tijdlijnen zit, zit een spanningsboog, een golf in van, van de kijker. Ja, en hoe bepaal je voor een project wat een spanningsboog moet zijn? Hoe ziet die zoektocht voor jou eruit? Nou, dat is dus zeg maar de boodschap die je wil vertellen eh, aan de kijker. En die ga je eigenlijk door middel van shots en voice-over of een acteur die wat zegt. Eh, die ga je eigenlijk bekijken. Hoe ga ik dat verde verdelen over die tijdlijn? Rekening houdend met de spanningsboog van de kijker. Want aan het einde... Eh, het einde, dat wordt vaak het beste onthouden. Vandaar dat daar vaak een call to action zit of een, of een logo of... Het einde is vaak de... Dan is het filmpje rond. Dan is het af. En dan kan je kiezen voor bijvoorbeeld een wat meer rustige, zachte landing. Dan een heel druk shot. Mm, ja, ja. Even verwerken wat je gezien hebt. En ja. die boodschap op je in laten werken. Ja. ja, dus het is heel lastig. Die balans zoeken, dat is altijd... Uh... Daar is niet een soort ritme voor. Dat je, dat je eigenlijk... Nee. Uh... Als je, als je close bent geweest, dat je weer even naar buiten wilt. Dat is niet een soort standaard. Uh... Nee, want je, je kan allerlei verschillende. Kombi's maken. Ja, je kan allerlei verschillende kombi's maken. Het gaat erom dat je die balans zoekt. En dat je die matcht eigenlijk aan de spanningsboog van de kijker. Dat is wat ik probeer te doen. Kijk, in the way, het moet gewoon. Leuk zijn om naar te kijken, bro. Ik bedoel, het is een video. Weet je, Thanks, bro. Hè? Nee, maar het is heel. Het is, maar, kijk. Je wilt impact creëren. Het kan maatschappelijk, het kan commercieel. Uh, je wilt uh, gaan naar de website, koop dit product, whatever. Maar uiteindelijk moet het gewoon, het moet werken. Mensen moeten het erover hebben. Het moet, het moet leuk zijn om naar te kijken. Dat is het belangrijkste, vind ik. En hoe maak je iets leuk om naar te kijken? Hoe maak je iets leuk om naar te kijken? Ja. Ja, ja, dat, 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 dat kun, je, kun je verschillende theorieën op loslaten. Ja, hoe maak je iets leuk om naar te kijken? Ja, lastig, wat een, kutvraag, ja. Ja, wat een kutvraag is dit man. Nee, maar uh, ja, dit is, dit... ik denk heel erg door, door, dus door die flow. Dus, dus kijk, ik ben kijk, iedere regisseur is anders. Hè? Dus sommigen zitten heel erg op, op comedy. Sommigen zitten heel erg op food, andere op lifestyle. Ik denk dat ik heel erg op dynamiek zit. Dus heel erg op dynamiek en, en, en een bepaalde snelheid en flow eh, van, van, van de video, van de shots. Ja, dat je bij jou ook misschien ook een paar keer de commercial moet zien om eigenlijk te beseffen wat je dan allemaal gezien hebt, omdat je eigenlijk heel de hele tijd verrast wordt door, door, nieuwe, ja. door nieuwe visuele prikkelingen bijna. Ja, ja, ja. dat denk ja, ik. Ja, wel. grappig. Dus dat vind ik eigenlijk toch wel een leuk antwoord. Dat doe je het dan toch best goed. <laughs> Wat is het antwoord? Ja, nou, dat, dat, om... dat, dat iedereen dus een andere manier kiest om iets leuk, leuk um, ja. te, te maken, om naar te kijken. Iedereen kiest daar een andere weg voor. Ja. En um, dat je binnen jouw weg, die voor jou het beste past. Mm -hmm. Als je daar, ja, daarin, ja, daar kom ik er niet uit, maar... Ik snap wat je bedoelt. Ja, kijk, je moet ook wel de weg kiezen waar je zelf comfortabel nou, bij dat voelt. Dat is wat ik bedoel. Als jij geen comedyregisseur bent, dan hoef je dat niet per se te gebruiken nee. om een video uh, leuk te maken. Nee, ja, ik ben niet je... iemand die dan hele goede grappen bedenkt en, nee, en dan... Dan grappen. Nee, is... nee, ik ben helemaal niet grappig. <laughs> nee, maar dat die acteur bijvoorbeeld een grap zegt of zo. Nee, ik ben wel... Ik, ik, dan, ik heb dat wel vaker gedaan, maar dan is het al nog visueel. Dus dan is het meer catchy of los of ja. niet te serieus. Of hoe iemand kijkt of een knipoog erbij. weet je. Dus dat, ja. dat, dat, dat ook. Fucking leuk man. Ik heb eigenlijk niet al zin om dit terug te luisteren. Om, om je toch. Ja, het zet me ook aan het denken van hoe je dus zoiets aanpakt. Ja. Uh, dat is zo lekker aan, de, aan deze podcast. Het is, het is. Alles wat ik gedaan heb, is, is vaak van, vanuit. Kijk, okay, doe maar wat ik doe. Wat ik denk dat goed is. Het is soms dus zo lekker om een paar handvaten te krijgen. Ja. Je hoeft er niks mee te doen. Maar misschien helpt het je om op een andere manier te denken. Ja. Dat, dat geef je mij nu al. Ik vind het heel erg leuk om van dit, dit um, preproductieproces... productieproces ja. eigenlijk even te gaan naar productie en, en naar, naar het op de set zijn. Ja. Dus als het allemaal gelukt is. Je hebt het storyboard gemaakt. En de klant is uiteindelijk blij. Ja. Dan mag het gemaakt worden. Dan is het showtime. Jippie. Het is tijd om, om te shinen. Um, vind je dat leuk? Allereerst. Vind je dat, vind je dat leuk? Zijn die setdagen jouw... De, de ja, grootste feestjes Ja, daar werk je naartoe man. Daar werk je, daar naartoe. Werk je naartoe. En uh, kijk, wat je voornamelijk doet aan het, uh, aan het proces daarvoor is... Je gaat kijken naar de vorm waar het in gaat doen... Daarvoor gebruik ik het storyboard. Het moet een goed idee zijn. Hoe ga je het aanpakken, technisch? Gaan we het op locatie. Een je bent superveel. De meeste tijd zit bij mij altijd in de voorbereiding. Oh, die vraag kreeg ik trouwens. Die vraag stelde toevallig uh, Astrid Graven. Hoeveel tijd ben je nou echt uh, bezig nog met preproductie? Misschien nog wel leuk om die nog eventjes te pakken. Ja. Dus de meeste tijd zit, zit daarin, zeg jij? Ja, de meeste tijd zit de voorbereiding. Ke creatieve voorbereiding. Ja. En dat doe je heel close in samenwerking met uh, het productiehuis. En het reclamebureau en de producer. Maar ja, je, bent, je bent vooral aan het kijken van welke vorm werkt het beste. Uh, staat de klant er ook achter? Uh, welke acteurs gaan we daarvoor gebruiken? Uh, ik ga het laten storyboarden. Rekkie, locatie, crew. weet je, Voor een commercial, uh, daar kan wel een maand in gaan zitten. Aan voorbereiding. Oh. Ja, dat is, dat is wel... Die shoe-dag, dat is gewoon een feestje, dat is showtime. Dan, dan wordt het gerealiseerd, dan zit het al zo in je hoofd. Weet je, dat, dat filmpje dat speelt al heel lang in mijn hoofd. Maar je bent vooral heel druk bezig met um, ook alles op papier te zetten. En, en, en... die klant mee te krijgen. Ja, ja. En, en, en ook als regisseur moet je ook heel veel je visie eigenlijk um, gaan vertalen naar bijvoorbeeld art of naar je DOP of naar een casting agency. Of weet je, je moet iedereen op hetzelfde pad krijgen. Dus ik ben ja. ook heel veel bezig met 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 brieven of, uh, of mensen adviseren of ja, weet je, ja, uitleggen hoe je eigenlijk al die puzzelstukjes ja. krijgt om uiteindelijk dat plaatje te maken wat wat jij wilt wilt maken. Ja, ja en de shoot zelf dat, dat vind ik uh, altijd een feest. Dat is super leuk. Dat ja, is dat gewoon uh, dan wordt het eindelijk gerealiseerd en. Um, ook op zo'n dag kan er nog best wel vaak dingen gebeuren. Of uh, dat, je toch, dat je toch denkt van fuck, het werkt gewoon niet. Of, zo. of dat ik moet het ja. toch anders gaan doen. Of, uh, en, en, maar dat, dat vind ik juist leuk. Want dan, dan op set is er vaak nog heel veel ruimte voor creativiteit. Ondanks dat je wel gewoon houdt aan afspraken die je hebt gemaakt. Dat ervaar je echt zo. Op set is er nog ruimte voor creativiteit. Ook ja. als alles afgetikt is. Ja, ik kan wel dertig keer iemand hetzelfde laten zeggen of laten kijken, maar je kan ook uh, gaan spelen en gaan kijken. Uh, uh, weet je, laat die acteur ook wat jou aanbieden. Hij is niet voor niets acteur toch? Weet je, en, en dan ga je op een gegeven moment ontdekken ook van: oh shit, dit, dit werkt goed. Of dit is, dit is ook wie hij is. Mm. Snap je, dat is een ja, bepaalde ja. expressie. Dus ik heb iets in mijn hoofd dat ik. Kunnen ze uitvoeren, dat kan een DP ook filmen. En dat kan een gaffer ook belichten. Maar je moet ook kijken van waar is nog ruimte voor verbetering. En hebben mensen ook nog input daarin. Ja. Maar dat, dat moet je natuurlijk proberen binnen de kaders. Dus je wilt de basis gewoon goed neerzetten. En dan ben ik altijd nog wel aan het kijken van wat, wat kunnen we nog meer onderzoeken. Ja, en waar is misschien wel misschien nog kans op, op magie? Ja. 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 En, en, en voel jij die vrijheid ook? Ook als er, zo, als er drie, vier klanten naast je staan, die eigenlijk allemaal een storyboard in de hand hebben. Ja. Voel jij dan wel de ja. vrijheid? Dat staat niet in het storyboard. Om, om te durven spelen. Ja, <laughs> Sander, wat doe je nu? Nee, dat, staat, dat hebben wij niet afgesproken. Nee, maar ik bedoel, uh, ja, dat, die, die, die pak ik gewoon wel. Ja, die pak ik wel. Tuurlijk, ik zorg ervoor dat alle shots en het storyboard... en conforme afspraak, dat gaan we allemaal draaien. Dat komt allemaal goed. Mm -hmm. uh, we gaan echt niet in één keer een hele lichtwissel doen... of uh, een totaal ander shot of iets. Maar ja. uh, je moet wel kijken waar je nog dingen kan proberen. Want dat, dat levert vaak heel veel extra's op. Ja. En dan kan je ook daarin spelen in de post. Want je kan ook zeggen van, nou, dit is het. Conform storyboard. Ja. Maar je kan ook kijken van, we hebben ook nog een versie B... En daar hebben we toch wat meer het randje op gezocht. Of we hebben toch gewoon een andere take gepakt of een andere shot. Ja, misschien voelen ze die, die dan wel meer. Ja, en vaak worden keuzes gemaakt op basis van gevoel. En ik probeer altijd keuzes te geven in plaats van één versie te laten zien. En dan zij dan moeten bepalen van, oh. Nee, ik geef daar altijd wel een advies in. Dus dit ja. is mijn proposal. Dit is de... Dit is zeg maar de versie die, uh, uh, die ik adviseer waar ik achter sta, ja. hebben we ook nog andere dingen geprobeerd. Omdat het ook op meerdere manieren kan? Je weet als geen ander dat bijvoorbeeld muziek al zoveel invloed heeft, ja. geeft een totaal andere vibe. Nee, dat is wereld van verschil. Ja. ja. Hey, en als je dan gaat experimenteren met zo'n acteur, bijvoorbeeld, of je hebt modellen, hoe zorg jij ervoor? Hoe speel jij met jouw modellen of, of acteurs? Om daar dus af en toe wat meer uit te krijgen. Hoe zorg je ervoor dat je eigenlijk krijgt, wat je nodig hebt en misschien zelfs een beetje meer. Ik probeer altijd aan het begin zoveel mogelijk uh, of ik probeer aan het begin altijd zo duidelijk mogelijk te zijn in wat ik wil. Dus als ik nou ga zeggen van ja, nee, een beetje zoals dit, of een beetje zo, ja, snap je wat ik bedoel? <laughs> Weet je wel? Dan denk je, nee, ik snap helemaal niet wat je bedoelt. Je moet gewoon, ik vind wel gewoon, tenminste dat probeer ik, als regisseur, je moet gewoon Fucking duidelijk zijn. Naar wat jij wil, hoe jij het voor je ziet. Jij hebt het filmpje maar in je hoofd. Maar probeer dat over te brengen aan iemand. Ik probeer soms zelfs als dingen voor te doen. Al is dan loop je of je iets pak, of hoe je kijkt, of hoe je iets zegt. En dan, en dan zeg ik, ik, snap je wat je bedoelt? Ja, ik snap wat jij bedoelt. Oké, okay, dan gaat de acteur dat doen en dan kan je dat weer beoordelen. En zo is het een beetje een proces waar je naartoe gaat. En dat is ook met een DP. Als ik met een D.O.P. werk, dan zeg ik van... Hey, ik heb dit shot in gedachten. En uh, dit is een beetje de, de, de snelheid en de tijd. En uh, nou, dan, dan lijnt diegene dat op. En vaak uh, triggert dat de D.O.P. weer om te zeggen van... Oh, misschien kunnen we het dan ook zo doen of zo doen, weet je wel. Die ruimte moet je wel uh, gebruiken en mee spelen. Want het is niet... Als je de hele dag, zeg maar, uh, gaat uh, roepen hoe jij het wil... Dat is natuurlijk, wordt natuurlijk wel van jou verlangd als regisseur, maar... Ik denk als je mensen ook de ruimte geeft om iets aan te bieden, dat, dat dat heel veel kan opleveren. Ja. Wel weer onder jouw supervisie. Ja. Maar geef ze wel wat speelruimte. Ja, we ja, kunnen ook ja, gewoon dat... zeggen van dit, nee, maar dit, dit gaan we niet doen of dit wil de klant niet of ja. dit wil ik niet. Uh, uh, uh. Nee. Ja. Thanks for sharing gaan we niet doen. Ja. ja. Maar ook weer daar, wees duidelijk. Ja. Dat vind ik eigenlijk heel mooi hoe je dat net zei. Daar zit een enorme kracht in, helderheid. Ja. Want als mensen het alleen maar zelf moeten interpreteren, zeker als je bijvoorbeeld ook werkt met mensen die niet zoveel ervaring hebben, acteurs. Ja. Dat is heel moeilijk. Uh, dus dat vind ik al een hele mooie les. En ook, ook voor de hand liggen, maar wel echt, een, echt een, een belangrijk, essentieel punt, denk ik. En wat daar denk ik dus heel erg aan bijdraagt, is die lange voorbereiding ja. die, die je kiest. Want hoe meer jij alles hebt uitgedacht, ja. en alles staat, hoe duidelijker je ook kunt zijn. Want je weet wat je wilt. Ja, en in die tijd, in die aanloop... ga je er toch wel onbewust vaak over nadenken. Als je s ochtends opstaat, dan denk je toch wel vaak van... ja, fuck. Ik heb het storyboard nu, versie 1. En misschien moet ik dat toch anders doen. Of, of, of dat kan ook weer iets losmaken bij een klant. Van, oh, hey, uh, weet je wel... Dit, misschien moet het wel meer dit zijn. En, en het is ook een, het is een proces waar je naartoe groeit. Dus je, die, die, die tijd die is heel belangrijk om alle fases te doorlopen zodat je in ieder geval op set het fundament hebt. De basis. Je weet wat je gaat maken. Iedereen is ook aligned. Bijvoorbeeld door het storyboard. Of door hoe jij mensen hebt gebriefd. En dan gaat het gebeuren. En dan ja. is er eigenlijk vind ik persoonlijk. Dat er vaak nog heel veel ruimte over is. Voor extra denkruimte. Ja. Uh, voor, voor, voor extra dingen. Ja. Dus ja ik vind. En, en dat werkt gewoon uh, voor mij het beste. Dat, dat werkt gewoon heel goed. Maar dat is niet altijd zo dat je die luxe hebt. Je doet niet echt fictie ofzo. Het zijn allemaal. Het zijn vooral commercials die jij doet, hè? Ja, commercials, branded content, online video's. En werk je dan meer met, met modellen of, of acteurs? Beide. En beide wel, ja. Ja, ja. Okay. En ja, Doe je ook allemaal die casting? Dat vind je zelf ook belangrijk. Om... Ja, joh, dat is super belangrijk. Ik, heb altijd ben, ik ben best wel... Uh... Ik weet best wel hoe ik iemand voor me zie. De rol en wie ik daarbij koppel. Hm. Er is niet zo heel veel keuze ook in Nederland. Elke keer dezelfde gezicht. <laughs> nou, kijk, dat is wel dat is misschien wel interessant om uh, over te hebben. Vaak krijg je een uh, proposal van modellen of acteurs, en dan zie je heel erg die koppen. Je ziet een gezicht. Ja, hm. hij ziet heel goed. Hij past goed bij ons merk. Ja, ja. ja zij, zij is uh, zij is te blond, of zij. Uh, um, ja, wij vinden haar en zo, maar het is niet een soort Tinder of zo, waar je doorheen swipt. En weet je, die mensen hebben ook. Ik kies vaak heel erg de modellen of acteurs op uh, wie ze zijn, ondanks dat ze een rol moeten invullen. Sommigen hebben een hele positieve, natuurlijke energie, sommigen hebben een dansachtergrond, sommigen komen uit theater, sommigen zijn heel vast met tekst. Dus met die, die, die know-how probeer ik altijd wel een popje te koppelen aan de video, dus dat is niet dat is niet zomaar. Ja, dus niet alleen maar heel 2 D. Oké, okay, match. Ja. Je, je denkt op een, je kijkt verder dan je neus lang is eigenlijk. Ja, en ik Om denk te ook wel dat je de match is. Ja. ja, en je voelt ook wel. Ik denk dat je uh, daardoor op set ook veel meer kan spelen. En en je hebt dan ook, je voelt ook de uitstraling van iemand in die video. Hmm. Snap je? Ja, dat snap ik wel. Dus de vibe op set die als die, als die goed is en als zij een hele positieve uitstraling heeft en ze uh, is dus heel erg uh, uh, bewegelijk en, en makkelijk in de mm. omgang en, en dan voel je dat ook in de video terug. Ja, ik vond het ook een grappige even een klein stukje behind the scenes voor de mensen. Uh, een les die je mij leerde in onze samenwerking van, uh, van recent. Mm -hmm is we gingen een soort online commercial maken voor een grote corporate. En mm -hmm. eigenlijk wilden ze heel graag, wilden zij, ik vertel het naar de mensen vooral een beetje... <laughs> wilden ze heel graag met eigen mensen werken. Uh, die daar werken. En nou, ik vind het altijd heel erg leuk ook om die uitdaging, uh, om daarvoor te gaan... en ook in die zin een soort authenticiteit toe te voegen aan de productie. En dan zei je ook, ja leuk, ben ik helemaal voor. Let's do it. Maar wat ik vaak doe is, um, stel we hebben vijf mensen nodig... Dan zou ik vier eigen mensen pakken. En zou ik één iemand, een extern iemand, nog erbij nemen. Een model of een, of een acteur. Die wel past binnen die groep. Die daar zo wat bij had kunnen horen. Maar die misschien net iets meer ervaring heeft in het buiten zijn comfortzone gaan. En überhaupt uh, spelen voor de camera. Uh, dat vond ik wel een goeie. Want dan, en wat je ook zei is. Want op die dag zelf zul je merken: heb je en iemand om op terug te vallen als je een bepaalde shots wil. Dat je echt weet hoe je, hoe je kunt communiceren. Heb je gewoon een, een soort iets meer een zekerheidje voor jezelf als regisseur. En waarschijnlijk trekt die jongen, of, of die vrouw, of wat dan ook. Die trekt ook de rest mee. Omdat hij weet hoe die uit zijn komende zone moet gaan. Dus dat vond ik een mooie les die ik ook nog even wilde delen. Nu we het hebben over cast. Ja. Uiteindelijk waren het, waren het vijf eigen mensen geworden. Ja. Dat was weer een budgetoptie. En dat ging. Het was een gelukje. Het ging helemaal goed. Maar ik vond het wel een, vond het wel een mooie. En misschien werkt het niet altijd hoor. Maar toch vond ik uh, wel weer zo'n gedachte oh ja ik ben best wel dienend als regisseur dat ik dat ik heel als een klant dat zegt uh -huh. werken graag met eigen mensen dan denk ik, oké okay, gaan we doen uitdaging en jij dacht er ook even weer vanuit jezelf oké okay, maar wat hoe maak ik het makkelijker voor mezelf ja yeah. dat vond ik een goede, oh ja niet niet te plezend worden kijk ook wat jij nodig hebt om te kunnen waarborgen en te kunnen leveren waar je voor gevraagd wordt ja yeah. Ja, dat heb je goed gezegd. En, en, en ja, dat is jouw woorden eigenlijk. Nou ja, maar als ik het zo ja. terughoor, ik, ik heb dat ik is goed opgelet. Ja. Hè? Nee, maar dat is nog <laughs> erger met... Het is helemaal met kinderen opzet. Oh ja, dat heb ik nog nooit gedaan. Nou ja, dat die, kind, die kids moeten gewoon helemaal op hun gemak zijn. En uh, als jij een tegenspeler hebt of een vader of moeder, iemand die een vader of moeder speelt, dan. En diegene is een beetje goed met kids... dan krijg je ook een hele andere dynamiek. Ja. Dat is, kan alles bepalend zijn. Ja, 100%. Ik probeer altijd ook die vibe een beetje opzet. Gewoon gezellig, positief. Het is een leuke dag guys. We staan op set. We hebben super vet werk. Weet je, we zijn geen ambulancebroeders, we moeten geen levens redden. Ik weet dat er veel bij kan komt ook kijken. Zijn, maar ja. ja, nee, maar is, er zitten heel veel belangen bij, maar we maken een video. Oh, ik. zo bedoel je het? Sorry. Ja, ja we maken het. een we video. We hebben geen levens, ja. Nee, maar kijk, mensen zijn... Ik, ik, heb, ik heb... Aan het begin, toen ik veel draaide, toen werkte ik ook voor andere regisseurs. Was het was helemaal stil opzet. zat de regisseur in zijn stoel. En iedereen zat strak naar die monitor te kijken. Die spanning voelde je, die druk die erop lag. Dat is toch niet chill? <laughs> dat is toch niet chill? Nee, nee maar dat is voor nee. niemand chill. Helemaal niet voor degene die voor de camera staat. Nee. Snap je wat ik bedoel? Ja, Het is ja, ja. Dat je moet je kunnen verplaatsen in degene die voor de camera staat. Wat zou jij chill vinden? Als jij twintig keer gaat zeggen. Ja, oké, okay, was goed. We gaan hem nog één keer doen. En we gaan nog een keer dit doen. En we gaan nog een keer. Nee, de teken is niet goed. We willen, weet je wel, dan. Diegene wordt ook onzeker. Die gaat, er ook teveel, die gaat er ook over nadenken. Als je een kind heel veel instructies geeft, dan gaat dat, dat kind gaat er over alles nadenken. Dan wordt het wordt een soort pop. <laughs> ja, dat moet je niet ja. willen. Dus het moet gewoon een feestje zijn. Het moet gezellig zijn. Natuurlijk, het wordt sowieso keihard gewerkt. Weet je, het is niet een 9 tot 5 baan. Iedereen die is vroeg van huis vertrokken, vroeg op locatie, we hebben een strakke planning, er dus zijn veel crewleden, de kasten die moeten op een gegeven moment ook uh, weg, we moeten uitkijken met overuren, weet je, al die dingen. En maar ja, als er dan iedereen zo heel erg strak en, en gespannen erbij staat en, en, en naar de monitor kijkt van ja, is, is dit, was dit een goede take, weet je dan, dat is voor niemand relaxed. Nee. Ik probeer dat zelf ook altijd. Ik, ik, en ik vind het, het gaat vaak vanzelf. Omdat ik die dagen ook echt zo leuk vind. Dat, het, dat je die sfeer en die energie meebrengt. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen. Als je zelf heel erg die druk voelt als regisseur. Stel je voor je mag je eerste grote commercial doen. Met groot budget. Grote ja. verantwoordelijkheid. Want het gaat natuurlijk vaak ook over geld. Waardoor mm -hmm. er best wel wat verantwoordelijkheid ligt. Een regisseur is een van de eindverantwoordelijken. Als je met die druk op set gaat. Kan ik me voorstellen af en toe. Dat je dus niet... Zo relaxte sfeer kunt creëren omdat je zelf zo die druk voelt. Dus ja. moet je dan een beetje, stel je hebt dat, zou je dan gewoon moeten faken. en denken, oké, okay, I got this. En ik probeer het los te laten, ook al voel ik die druk. Ja. Ik weet dat die druk en die spanning gaat er niet aan bijdragen bij een succesvolle productie. Mm -hmm. Nou ja, kijk, ik denk altijd van... Chill the fuck out. Ja, kijk, ga ik nou <laughs> inderdaad mee met die stress van die klant? Of ga ik... Kijk, als ik meega in die onzekerheid... Mm -hmm. Ja, dan ben je fucked. Ja, hè? dan ben je screwed. Het is echt een soort mindset game. Ook, dit is dan. een mindset. Je moet gewoon zeggen: Weet je wel, liever het komt allemaal goed. We zijn ermee bezig. Nee, ook, echt we zijn liever, aan ook, het... ook echt liever te zijn? Nee, dat niet. Maar <laughs> meer in de toon van: Je kan daarin meegaan in die onzekerheid. Oh, oh ja, wat, wat, wat vind je van dit? En wat vind je van dit? En moeten we dan zo doen? En dan word je helemaal para. Je moet gewoon zeggen: We gaan eerst even repeteren, maar we draaien hem wel mee. Ja. En wie weet zit het ertussen? Dan gaan we terugkijken. Ik heb ook zo'n blije hoofd. Ik denk ja, denk ja. Gewoon, ik zou ook vrolijk worden dan denk ja. ik. Nou ja, wat ik, wat ik, dat, die enthousiasme is aanstekelijk. Ja. Dat, vinden, dat vinden ze leuk. Dat is toch leuk als ik iemand zie die met heel veel enthousiasme um, in een restaurant een gerecht maakt en, en erover vertelt. Of, of weet je, dan, 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 dan eet je het ook anders. Ja, en dan is de beleving, die helpt ook bij mee. En. Als het zo voor je neer wordt gepleurd, ja, dan uh, moet je het zelf <laughs> om, uh, uitzoeken. Ja, dus... ja god, die, die presentatie is zo belangrijk. Ja, eigenlijk. 100%. Ik had het ook dus vorige week, met die klus waar ik net over vertelde, uiteindelijk heb ik op de dag zelf heb ik de regie gedaan, want jij ja. had wat anders. Ja. Um, en die klant was erbij en die was op het begin echt een beetje heel erg controle ja, oe, 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 ja. overal op. En ja. toen ze eigenlijk na een uur zag dat. Ik heel relaxed was en dat we een heel leuk team hadden. Iedereen was vrolijk, we hadden er zin in. Dat ze die energie voelden Daarna werd ze ook veel relaxter. Dus ja. ja. Nee, het, het werkt. Het werkt. En wat ook werkt is vaak uh, muziek. Jij gaat zingen echt. Nee, dat niet. <laughs> dat zeker niet. Maar ik heb wel uh, bepaalde players. Nee, ik heb die bon. Fuck. Huh? <laughs> nee, maar ik heb wel. Uh, ik zet gewoon. Uh, we gaan beginnen. En uh, alles moet weer eens worden opgebouwd. En we gaan even repeteren. Zet gewoon muziek op. Dat, dat is gewoon relaxed. Mensen raken daar wat meer ontspannen van. Niet, niet iedereen zit helemaal meer statisch naar elkaar te kijken. Of naar de monitor. Of op elkaar te letten. Ja, het zijn van die simpele, praktische dingen die, die, die een gevoel, ja, opgezet, die... Anders kunnen zijn, anders kunnen maken, totaal anders kunnen maken. Ja, ik denk dat, dat de regisseur heel erg bepalend daarin is hoe, de toon, hoe hij de toon neerzet op die dag. Hoe begin je die dag? Ga je nou gelijk heel streng zijn naar iedereen of ga je uh, ergens achter een hoekje zitten, achter een monitor staan of uh, ga je heel control freak of ga je heel ja. please naar de klanten? Weet je, dat is ja, hoe jij ja. die toon neerzet, dat is wel belangrijk voor de rest van de dag. Van zo'n draaidag. Ja, ik heb ook wel eens in mijn zoektocht naar, wat is nou een regisseur en wat hoort daarbij? Heb ik wel eens gehoord van, jij bent ook een soort uh, regisseur van sfeer. Ja. Het sfeerbewaker ofzo. Ja, zeker, ja. sfeerbewaker, dat is een goeie. Ja, ga ik weer een andere intro voor je maken. <laughs> de sfeerbewaking. Nou ja. Maar wel goed, ja, tuurlijk, man. Dat is hartstikke belangrijk. En dat, dat ga je terugzien in beeld. Ja, dat ga je terugzien in beeld. Leuk, man. Oh, joh, een uur zijn we al verder, man. Echt? Oh shit, dat gaat snel. Dat gaat lekker. We hebben echt nog niks gezegd wat een beetje ergens op slaat. <laughs> nee. Nou, eh, ik hoop dat mensen het leuk vinden om naar te luisteren. Dat is ik belangrijk. Ik hoop het ook. Ja. Ik vind in ieder geval super leuk om naar te luisteren. Hé, hey, um, oh ja, trouwens, ik heb nog één. Uh, dat wil ik even aftikken nog. Ja. Dat even over die opies net. Joek uh, Tempelaars, die vroeg daarin. Hoe bepaal jij per project de keuze voor een D.O.P.? Vind ik ook wel leuk om te weten. Dat is een goede vraag. <laughs> Eindelijk een goede vraag. Ja, dat is een goede vraag. Dat die goede komt niet vraag. van mij, die komt van Joek. Net als bij een regisseur of bij een model. Of uh, denk ik heel erg de persoon ook. Oh ja? Ja, ik denk heel erg de persoon. Ik geloof heel... Ik geloof, die techniek geloof ik wel. En als iemand een, Die kun je snel ook zien bij iemand. Dat zie je wel, Ja. ja. Je ziet die kwaliteit. De technisch, technische kwaliteit, dat kun je snel zien. Aan hun werk, aan hun stils, aan hun... Uh, en sommigen hebben verschillende stijlen, en sommigen zijn heel technisch, en sommigen zijn heel erg op gevoel. Of, uh, weet je, dus dat dat, dat... dat is best wel snel duidelijk. Ik probeer, ik denk, al ik kijk altijd wel naar, naar de persoon zelf. Hoe diegene is. Klikt dat goed? Zie diegene ook. Passen bij deze shoot, bij deze opdracht? En dat, dat is hetzelfde als zij voor mij kiezen als, als regisseur. Ik denk dat, ik denk dat 50% wel uh, tuurlijk is, is je portfolio bepalend. En, en, en um, de ervaring en de techniek. Dat is allemaal wat bepalen. Maar ik denk dat er heel veel uh, keuze wordt gemaakt uh, op hoe een persoon is. In de omgang, is hij flexibel? Is hij enthousiast? Weet je, ja. dat, ik denk dat, dat daar maak ik vaak mijn uh, baseer ik mijn keuze op. Hoe zou je als, die, als we even op de stoel van de DOP dan gaan zitten, stel je zou als DOP meer werk willen krijgen, en ja. meer met regisseurs willen werken. Hoe zou je kunnen zorgen dat regisseurs ook meer van je persoonlijkheid te zien krijgen? En ook ja dat je dat ook. Snap je? Want heel, ja. veel, heel, veel, heel veel DOP's profileren zich toch op Instagram bijvoorbeeld ja. met hun stils en hun werk. Ja. Is, is, dat, is dat gewoon door heel veel te gaan, misschien koffie te gaan drinken met de regisseurs? Of hoe, hoe zou, je, zou je daar misschien nog, eens, nog een tip over hebben? Mm, ja, dat is lastig. Ik denk, maar ik denk wel, kijk, als ik alleen maar de stilste zie, dan denk ik van, ja, nice, dat is mooi. Ja. En dat zal, dat zal vast ook wel gebeuren bij onze samenwerking, dat die stilste goed uit gaan zien en, en het plaatje. Maar ik denk dat je, wat, dat je iets meer uh, voor jezelf moet laten zien. Ja, wat het dan is, misschien, misschien moet je het ook voor jezelf bepalen Ook wat bij je past natuurlijk. Ja, je hoeft niet, uh, sommigen voelen zich daar niet altijd comfortabel bij. Maar ja, ik denk wel gewoon uh, hoe jij bent als persoon. Of laat, laat wat meer van jezelf zien. Sommigen die hebben niet eens een foto van hunzelf op hun Instagram. Ik zie alleen maar stils. Ja. Dus ik, ik weet helemaal niet, ik zie helemaal niet zijn of haar uitstraling. Ja, leuk om over na te denken. En dat kan dus ook al, dus stel iemand benadert je wel een keer voor een eerste gesprek. Ten eerste gesprek kan ook al heel veel zeggen. Ja. Hoe, hoe, hoe stel je jezelf daarin op? Dus uh, ja. Ja, dus dat is, dat is wel. Uh, ja, cool, ja, dat komt leuk. Mooi, mooi, mooi antwoord, man. Hé, hey, we begonnen natuurlijk het gesprek bij jou. route die jij hebt gekozen om ervaring op te doen. In jouw mm -hmm. was dat Luke Heel veel geleerd, heel veel kans gekregen. Ja. Daar echt het vak een beetje geleerd. Uh, en op een gegeven moment had je genoeg zelfvertrouwen verzameld, genoeg ervaring verzameld om te zeggen: hé. Hey, Fuck it, ik ga voor mezelf beginnen. Ja. Um, ja, wanneer was je op dat punt voor jezelf? En ik uh, ben je heel benieuwd wat, hoe dat nu voelt voor je. Ben ik heel benieuwd naar ook. Om, om vrij te zijn, bijna. Dat is eigenlijk vanuit iets negatiefs gebeurd. Oké. Okay. Ja. Ik heb vorig jaar een burn-out gehad. Oké. Okay. Ja. En um, ik. Ja, dat wist ik helemaal niet. Ja, nee, dat weet, weten weinig mensen. Daar ga je ook niet heel erg mee. Uh, ik ga niet op, op Instagram zeggen: hé, hey, ik heb een burn-out, weet je wel. Dus nee, dus ik heb. Um, ja, moet ik het zeggen? Het is, het is. Ik ging op een gegeven moment. Voor mij was het zo: kijk, je, 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 ik heb heel veel energie en ik ben heel enthousiast. Ik heb heel veel passie voor wat ik doe. Het gevaar is alleen dat je op een gegeven moment te veel hooi op je vork gaat nemen. Snap je? Dus je krijgt een kans. Oké, okay, Chris, jij mag deze commercial draaien, regisseren. Maar we hebben ook nog dit. We hebben ook nog dit. Weet je, en op een gegeven moment het wordt het wordt, wordt veel. En je wilt eigenlijk alles doen. Ja, ja, en, en je wilt het niet uh, afwijzen. Want ze vragen je. Maar wat er dan gebeurt, is dat je op een gegeven moment veel te veel hooi op je vork neemt. En dan wordt het werk. En op een gegeven moment werd het bij mij wel werk. En dat. Uh, ja, dan werd het, het was alleen maar werk. En ik denk ook wel zeker tijdens corona was er weinig te doen. Weet je, er was weinig. Dat was niet echt een uitlaatklep. Weet je, er was, dus, dus die, er was alleen maar knallen en alleen maar werken. En um, ja, toch proberen het mogelijk te maken. En je moest ook gewoon vijf dagen per week van negen uur daar zijn tot uur of vijf. Of als de shoot uitliep, tot later, zeg maar. Ja, ja. Maar dus elke, jouw dagen zagen er wel echt zo. Ja, eh, het was gewoon veel. Ja, eenzijdig uit, eigenlijk, als het ware. Ja, maar alleen wat wel belangrijk is om te zeggen is. Uiteindelijk doe je dat wel zelf. Weet je, dus jij, jij gaat ervoor, jij neemt dat aan. En, en dat is Met dus, een duidelijk uh, doel ook, had je dat gedaan. Ja, zeker. Dus, uh, dus, dus. Het was op een gegeven moment, dan heb je dat niet door, het slijpt er ook in, want je doet gewoon je ding. En op een gegeven moment werd het wel werk en uh, toen was het gewoon echt te veel. En uh, ja, toen, ik heb op een gegeven moment ook gewoon een blackout gehad. Dus gewoon, uh, op een shoot? Niet op een shoot. Het was eigenlijk kort voor een shoot, wat gewoon in één keer compleet anders moest. Ja, er was al zoveel negativiteit gaande. In mijzelf en toen was het gewoon klaar, weet je. De, de, de was ook zoveel stress geweest. Dat jou, jouw stresshormoon dat is gewoon op, weet je. En wat er dan gebeurt, is dat jouw lichaam gewoon zegt van joh, het is stop. Dus je, dus je raakt in, dus dan ja, dan raak je in paniek. En je denkt, wat de fuck, wat wat is er met mij? En uh, dus toen, toen, toen heb ik heel even de stekker eruit getrokken. Toen dacht ik, uh, nu even gewoon helemaal niks. Het project ook niet meer afgemaakt toen, nee, echt losgelaten, ja. losgelaten, ja ja dus niet Makkelijk waarschijnlijk. Ja. Nee, zeker. Het voelt heel erg als falen. Terwijl je hebt je ass eraf gewerkt, jarenlang om dat te bereiken. En dan is er één dingetje, en dan is het uh, dan is gelijk verga vergaat gelijk de wereld voor je, weet je wel, Terwijl, ja, waar hebben we het over? Je gezondheid is veel belangrijker. Dus wat er toen uh, is gebeurd. Ik heb toen, uh, ik, ben, ik ben ook niet het type wat dan. Uh, ik ben er ook niet heel lang uit geweest. En dat, dat is niet om uh, nu te zeggen van dat, dat, dat het verkeerd was. Want voor mij was het zo. Het is eigenlijk een van de beste dingen die mij is overkomen. Omdat je jezelf leert kennen. En je leert je grenzen kennen. Weet je, we zijn niet bulletproof. We zijn allemaal mensen van vlees en bloed. Mm -hmm. En op een gegeven moment dan. Um, ja, dan is het gewoon te veel. Dus toen heb ik uh, eigenlijk de fiets gepakt. En toen ben ik gewoon de hele Nederland gaan fietsen. Echt waar? Ja, ik ben gewoon helemaal weggegaan. Van oh. iedereen. Ja. Wat heb je in die tijd dan over jezelf geleerd? Wat je geholpen heeft. Nou, je wordt eigenlijk gedwongen om echt goed naar jezelf te kijken. In de spiegel van wat is er nou eigenlijk gebeurd? Weet je wel? Wat, wat, hoe kan dit? En dat kan je niet in één dag ontdekken. Dus, dus ik ben toen heel veel weg geweest en uh, eigenlijk de natuur in en, en, en toch geprobeerd, weet je wel, ik kan een hele dag onder een deken liggen. Maar dat heel, daar word je alleen maar depressiever van, denk ik. Um, en ik had nog wel zeg maar zoiets van: oké, okay, dit gaat niet goed, maar ik, ik wilde het gelijk wel proberen aan te pakken bij de wortels, weet je wel. Dus ik wilde wel gelijk er wat aan doen. Uh, dus toen uh, ben ik ook, uh, uh, toen heb ik gewoon ook een mental coach uh, ingeschakeld. Nice. Ja, dat raad ik iedereen aan. Waarom? Nou, omdat het gewoon een neutraal persoon is waar je uh, mee kan praten en je verhaal kan delen. En. Die trekt jou eigenlijk uh, eruit. Dus, die, dus die, samen trek je die angel eruit van negativiteit. Dus wat er toen uh, is gebeurd, daar ben ik toen mee uh, aan de slag gegaan. Uh, ook op eigen initiatief. Ik had helemaal geen zin in allemaal bedrijfsarts of reintegratie of uh, dat soort dingen. Want je zat toen nog in, in dienst was je. Ja, ja, ik was zeker in dienst. Maar zij respecteerde wel dat ik even mijn ruimte en mijn space nodig had. Dus dat, dat was fijn. Ja. Um, toen dacht ik van, oké, okay, maar daar ga ik nu wel ook wat aan doen. Ja. En toen ben ik dat gaan doen. En toen ontdekte ik eigenlijk van, oké, okay, ik, 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 wat ik heb gedaan is... Ik heb eigenlijk alleen maar geïnvesteerd in mijn werk. Voorheen. Ja, dus de discipline die ik had, die zat alleen maar bij mijn werk. Maar niet de discipline om goed voor jezelf te zorgen. Of goed voor je lichaam. Mm. En je geest. Dus ik heb toen... Eigenlijk een uh, routine, ja, dat is een beetje ontstaan, waarbij ik in ieder geval de eerste twee uur van de dag voor mezelf heb en de laatste twee uur. En daartussen daar kan ik, ben ik beschikbaar. Uh, maar de eerste twee uur van de dag die zijn voor mij. Die begin ik voor mezelf en de laatste twee uur van de dag ook. En dat, dat werkt supergoed. Nice. Ja. Dat doe je nog steeds. Dat doe ik nog steeds, man. Dat is echt. Uh... Zo lekker behapbaar ook. Ja, zo mensen concreet. zeggen van ook: oh, ik vind het zo knap dat je altijd zo vroeg uh, naar de gym gaat. Of, uh, maar dan denk ik, ja. Ik doe dat voor mezelf. Dus als je dan. Ik weet, ik voel, ik weet dat, dat ik me daarna goed voel. Weet je, als je goed bent voor je lichaam, ben je ook goed voor je geest. En uh, mediteren helpt erbij, of koud douchen, of trainen, of, uh, maar ook ontspanning. Mm -hmm. Dingen yeah. die leuk zijn om te doen. En uh, daar ben ik toen iets meer de balans in gaan zoeken. En toen kwam ik dus terug. Dat was denk ik na zes weken. Dus dat is vrij snel. Yeah. Dus ook dat heb ik helemaal <laughs> aangepakt. Uh, maar uh, ik wist denk ik al wel langer dat dat eraan zat te komen. Op de een of andere manier zeg je gevoel dat het niet goed gaat. Mm -hmm. Dus uh, onbewust denk je van... Uh, Oké, okay, nu is het gebeurd. Ik ben eigenlijk wel blij dat het is gebeurd. Hoe gek Oké, okay, maar waarom ging je al zo snel terug dan? Omdat ik in die sessie... Omdat ik het wel voor mezelf nu echt anders ging doen. Het voelde voor mij nu heel goed. Je had een doorbraak gehad. Zeg maar. Ja, ik had ja. wel echt een doorbraak gehad, ja. 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 En dat had dat, dat ook direct effect op je... Op hoe je je voelde? Ja, en, je en mindset... Je Zeker, je wordt wat rustiger, je bent niet meer opgefokt en gestrest. En uh, we willen allemaal presteren. Maar het is geen wedstrijd of zo, weet je. Dus je moet ook soms gewoon tijd voor jezelf nemen. En... Soms kan ik, en bedoel ik niet verkeerd, maar wel naar jou kijken. Ja. En wel denken dat jij het ziet als een wedstrijd. Dat snap ik. Dat snap ik. Omdat je zo hongerig bent. Ik ben, ja, zeker. Gretig, ja. ja. Maar dat komt omdat ik er heel veel plezier in heb en heel enthousiast ben. En het is voornamelijk naar mijzelf. Alleen nu heb ik dus geleerd over mijzelf dat ik wel grenzen moet stellen, omdat ik anders te hard ga daarin. En dan en dat, ga je op je bek. En dat lijkt op korte termijn alsof je echt meters maakt. Ja. Maar je komt een punt tegen dat je dat niet trekt en eigenlijk juist achteruit loopt. Ja. 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 Dat vind ik, ik vind het zo mooi dat dit een, een make-podcast is. En al meerdere keren eigenlijk als je wat verder met iemand praat. Dat je toch op ook lifestyle uitkomt. Ja. Dat het ook gaat over hoe sta je in het leven. En hoe zorg je voor jezelf. En dat ene lichaam dat je hebt. voor Die ene geest die je hebt. Want die heb je, dat heb je nodig ja. om alles te bedenken. Om alles te gaan doen. Ja, wat je ook maar wil doen. Ik ben heel blij dat je dat weer even aanstipt. Hoe belangrijk dat was. Mm -hmm. Want dat, is dat is de basis. Ja zeker. Dus ja kijk. Je moet je voor je pilsje, zwaar onderwerp. Nee, maar kijk, uh, nee, maar dat was dat. Was kijk, je moet je voorzien hebt van, van mijn twintigste tot mijn dertigste... heb ik helemaal mijn ass eraf gewerkt om om, om dat te kunnen bereiken. Ja. en dan uh, is dat je dan is dat je beloning, weet je. Dat moet het ook niet zijn, dus dus dat is wel een harde les geweest. En uh, toen heb ik op een gegeven moment ook voor mezelf besloten. Um, niet, niet vanwege dat, niet vanwege van, oké, okay, ik heb een burn-out ik ga nu freelancen. Nee, helemaal niet. Ik dacht op een gegeven moment van, oké, okay, die controle en die balans die ik heb gecreëerd, die is heel prettig. Die is heel fijn. En als ik terugkijk naar alle ervaring die ik heb opgedaan en alles wat ik heb kunnen bereiken voor mezelf. Yo, het, gaat gewoon, het gaat gewoon lekker, weet je? Dus ik dacht gewoon van, ik wil nu. Mijn vleugels uitslaan. Ik wil naar buiten. Ik wil met nieuwe mensen werken. Nieuwe indrukken. Nieuwe uh, bedrijven. En uh, dat is tot nu toe de, de beste keuze die ik heb gemaakt. Ja. En gefeliciteerd man. Ja, thanks. Ik kan me dat voorstellen dat je ook... Tuurlijk is er heel veel te leren binnen zo'n groot bedrijf. Ja. Maar het is wel vaak dezelfde mensen. Dezelfde settings. Dezelfde studio's. Ja. En bij nieuwe bedrijven is er elke keer weer nieuwe energie. Waardoor je... Dat daar... heb heel veel Dat is dus een vloek en een zegen. Ja, ja ik snap dat, dat snap ik man. En voelt het als een, als een soort bevrijding ook? Voelt het zo? Ja, zeker. Want je krijgt ook. Zonder, ja, zonder disrespect naar. Nee, 100%. Ik bedoel, ik ben dankbaar voor alle kansen die ik heb gehad. En de playground waar ik heb kunnen ontwikkelen. Uh, maar op een gegeven moment denk ik ook dat het goed is om weer uit die comfortzone te gaan. Dus daar had je alles. Zekerheid. Ja. Zekerheid. Ik heb een huis gekocht. Vriendin. Weet je wel, waar, waar heb je het over? Weet je wel, wat loop je nou te zeiken? <laughs> maar ik dacht, van ja, ik voel, ik, ben, ik voel me gewoon niet happy. Ik ben gewoon niet happy. Het is gewoon, ik ben niet meer geïnspireerd. Ik, 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 ik wil wel enthousiast blijven en, en eager en gretig. En ja, dan is het gewoon soms goed om uh, daarover na te denken. En sommige mensen switchen dan van baan. En ik dacht van, nou ja, dat. Kan ik doen, maar ik denk dat het tijd is om te gaan freelancen. En um, met al die ervaring en die know-how uh, um, uh, moet het gewoon lukken. Moet het gewoon kunnen. Je moet er ook in geloven. En toen je die knoop had doorgehakt en je, je had je ballen bij elkaar geraapt om, ja. om die keuze te maken... Uh, hoe werd je ontvangen? Hoe werd, hoe werd je ontvangen? En, en, en kreeg je meteen aanbiedingen van andere productiehuizen? En ja, hoe, hoe ging dat balletje rollen toen? Ben ik heel benieuwd naar. Nou, er was wel gelukkig heel veel uh, in, interesse en positiviteit. Dus dat is heel leuk. Je, hebt, je bouwt ook wel een netwerk op door de jaren heen. Uh, en, en er zijn ook wel veel... Ik merkte ook wel een bepaalde nieuwsgierigheid. Ja, en... ik denk ook niet onbelangrijk om te vermelden... Deels komt het ook door je activiteit op Instagram. Ja. Dat je toch altijd zichtbaar bent geweest. En alle mooie projecten die je deed ook echt goed hebt gedeeld. Ja. Met ook met storyboards. Dus je hebt ook die nieuwsgierigheid opgewekt. daardoor. Dat denk ik ook. Dat moet, ja. moeten we niet vergeten, denk ik. Mm -hmm. Nee, zeker. Dus, dus je ik was denk, altijd zichtbaar. Ik was altijd zichtbaar. En op een gegeven moment dacht ik ook gewoon van: ja, weet je, je, je moet ook gewoon laten zien. wat je maakt en waar je trots op bent. En wat veel. Creatieve makers hebben, is dat zij het dan toch niet goed genoeg vinden. Mm -hmm. Ik kan niet altijd gelijk een tien halen, of het is niet altijd gelijk Champions League. Dat, dat, dat kan niet. Maar, nee, maar dan, je nee. moet wel soms als je dan deelt. Dat, ik, ik, ik weet nog dat ik dat voor het is denk. Ik kreeg zoveel positieve reacties, omdat mensen ook zien waar je staat. Van, die mensen zien ook waar je staat, en, en dat is heel anders dan misschien een jaar of twee of vijf jaar geleden. Dus mensen zien ook je ontwikkeling. Dus je moet altijd dat proberen te blijven delen. Niet alleen voor je zichtbaarheid, ook voor jezelf. Het is ook een motivatie om te blijven groeien en te ontwikkelen. En uh, ja, dat heeft zeker wel uh, geholpen natuurlijk. Ja, dus je kreeg meteen wel wat. Je bent gesprekken gaan voeren. Hoe zag dat in de praktijk eruit? Ja, je gaat dan gewoon uh, koffie drinken bij verschillende... Bedrijven of met verschillende mensen of met een agency en was je heel proactief daarin ging je echt mensen echt benaderen van hey lijkt me leuk om een keer te meten of uh, ja in het begin deed ik dat wel omdat ik dacht van ik moet heel erg uh, zo die acquisitie doen en zo maar ja soms dan ontstaat het gewoon of zo ja. dan kan je er wel heel veel uh, kan je het heel erg pushen maar uh, ik heb ook eens een app gekregen van jou kan je dinsdag draaien en dat ik dacht van, oh vet, oké. Okay, uh, Hoe heet je eigenlijk? Ja, uh, oh maar hij is van dit bedrijf. Ja, ja. Snap je? Dus het is ook soms, ja, soms heb je daar niet controle op. Ja, en daar dat, dat hadden we het voor de podcast al wel even over. Eigenlijk kom je dan uit bij het spel van vertrouwen. Ja. Toch? Want met commercials is het vaak zo, dat het gesprek is ook al vaker gevoerd. Oké, okay, grote klanten, grote budgetten. Kun jij voor hun doen wat ze nodig hebben. Ja. Maar ook bij nieuwe partijen. Vertrouw ze jou als persoon. Dat jij een goed iemand bent. om die, om die, om die job te klaren, zeg maar. Ja, ja dus, dus wat belangrijkste is. is dat, dat zij het gevoel moeten hebben. van dat zit wel goed met hem. Weet je. En of ik met, ga hem met hem in zee. of ik ga met hem samenwerken. Dat is natuurlijk bij jouzelf ook. Met wie jij werkt. Dus je wil ook de, de, de klant het gevoel geven. van dat dat wel goed zit. Dat je dat onder controle hebt. Dus dan is het heel belangrijk van. Zei, kijk, je moet veel luisteren. Maar op een gegeven moment moet je ook advies geven. Mm -hmm. Hoe jij het ziet. En wat ja. jouw visie is. Ja. En hoe jij het gaat aanpakken. En als zij daar uh, dat niet voelen of niet mee eens zijn. Laat het los. Ga, ga er dan niet mee door. Leuk om te zien dat je lang hebt nagedacht over die keuze. En toen je hem uiteindelijk had gemaakt, dat dat ook, ook is, is gaan werken voor je. Dat, dat vind ik wel vet om te zien. Ja, dat is wel fijn. Dat ja. alle, al die dingen aligned werden eigenlijk. En het eigenlijk precies de juiste timing bleek. Ja, het was een hele goede timing. En um, ja, ik, ben, uh, ik heb er ook wel vrij lang naartoe gewerkt. Veel over nagedacht en getwijfeld. En uh, ja, het was wel een, uh, een hele journey. En dat is nog steeds. Ja. Heb je al het idee dat deze vrijere manier van werken, noem ik het even, invloed heeft op je werk? Uh, nou, ik doe wel gewoon nog steeds uh, hetzelfde. Alhoewel je wel steeds ontwikkelt. Mm -hmm. Je kijkt ook anders naar dingen. En, en je wilt ook dingen gaan onderzoeken of gaan proberen. Maar ik merk ook dat uh, het verschilt ook aan heel erg. Kijk, je krijgt nu wel te maken met ook echt verschillende productiehuizen... verschillende klanten, verschillende agencies. Dus die behoeftes zijn ook allemaal heel verschillend. Dus je moet wel goed gaan kijken van... oké, okay, wat, wat ga, hoe ga ik het doen en hoe ga ik het toepassen? Mm -hmm. Dus dat is wel interessant. Heb je misschien een voorbeeld of een leuk verhaal van... hoe je nu in een proces bent gestapt... wat opeens heel anders bleek te gaan dan hoe je dat gewend was... waar je echt een beetje moest adapten en moest bijsturen. Heb je daar een voorbeeld van of... Uh, dat is uh, verdenk hoor. Ja, dat je, je wordt nu, kijk, je bent dan freelance regisseur en dan word je ook vaak ingehuurd omdat ze, er is bijvoorbeeld misschien een bepaalde onzekerheid over iets. Of ze weten niet goed hoe ze dit moeten aanpakken, en, uh, maar ze moeten wel iets doen. En, dus er wordt ook veel meer geleund op een adviserende rol. Oké. Okay. Je voelt je misschien nog een specialist daardoor dan Ja. dan. Ja. ja, want je wordt... Ja, ze huren een freelance regisseur in ja. of een freelance DP. Dus het is best wel duidelijk. Het is best wel, mm. dus is best wel uh, tastbaar. Dus ja, ik denk, dat, dat merk ik wel. Dat iets meer uh, in een adviserende rol. Wat ik heel leuk vind. En uh, ja, weet je, soms moet je zelf ook kijken van... Soms weet je het ook niet. Je kan het niet altijd weten. Wat doe je dan? Uh, dan ga je verder, verder onderzoeken met elkaar. En dan kost het meer tijd. Dus je bent ook niet bang om die kwetsbaarheid te laten zien. Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee. Ik bedoel, uh, we zijn niet Christopher Nolan of zo die opzet staan. Maar we zijn wel. Waarschijnlijk op... heeft hij het ook nog. Dat hij ook af en toe denkt tegen zijn man en zegt, ik weet het even niet. Nee, <laughs> klopt. Dus het is heel erg belangrijk van welk speelveld bega je. Ja, ja. Ik ben blij, blij voor je man dat er een nieuw, nieuw pad is ingeslagen. Ja, dankjewel. Ik wens je al succes van de wereld daarmee. Thanks. Thanks, ja. We gaan veel mooi werk van je zien de komende jaren. Sowieso, we gaan vlammen. <laughs> maar wel met behoud van je eigen grenzen. Dus 100 keer. Ja, die zijn nu wel duidelijk. Vet man. Ja, volgens mij zijn we mooi rond, man. Heb je nog iets te voegen aan, uh, aan je verhaal? Of iets wat je nog wilt vertellen over je. Uh, je, verdere, ja, je, je, je plannen? Of... Nou je... ja, ik ben ik heb misschien. Ik ben wel nieuwsgierig naar hoe jij. Waar, waar zit jij nu voor je gevoel? Heb je nu. Want je zei ook van dat je dat je heel je comfortabel voelt in de rol van regisseur. Mm -hmm. Ga jij je daar nu ook dan meer op focussen? Of wil je je meer profileren als regisseur? Of wil je, hoe, um, hoe zie jij dat? Ja, eigenlijk wel. Ik ben, ik ben daar wel voor mezelf steeds meer uit. Ik blijf wel nog verschillende dingen doen. Uh, dus ik, doe, bijvoorbeeld ik ga naar Thailand binnenkort. Daar ben ik, ga ik een filmmakerklus en fotografie ja. doen. Maar dat is ook omdat ik bepaalde ervaringen nog steeds heel belangrijk vind. Uh, ja. Maar als ik kijk naar het filmwerk, wil ik me echt steeds meer gaan focussen op, op het regiewerk, omdat ik daar echt heel veel energie van krijg. En waarom? Dus, uh, wat wat, was, het, wat, wat is, was hetgeen dat jou triggerde daarin? Nou, wat was vind, de voldoening? Dat vind ik nog moeilijker om, om echt uit te leggen. Maar ik voel het gewoon. Ik voel mm -hmm. als ik dus naar huis rijd na drie camera draaidagen, dan kan ik ben ik echt uitgeput en, en leeg. Omdat ik, ik heb dus een goed oog en ik, ik kan mooie shots maken. Alleen. Uh, er ligt niet zo'n grote liefde als, als, dat ik, als dat ik heb bij het verbinden met mensen. En mensen op hun gemak brengen en samen, mensen samenbrengen. Juist. Ja. Dus um, ja, ik denk ook een reden dat ik deze podcast doe is omdat ik het gewoon zo leuk vind om sociaal contact te hebben en, en te leren van mensen. En um, ja, dus te verbinden eigenlijk. Ja. En wat ik heel erg voel is, bij camerawerk kan ik ook best een beetje onzeker zijn af en toe. Misschien omdat ik niet zo heel technisch ben. Dus ik weet echt mijn basis heel goed. En ik heb heel veel ervaring inmiddels. Dus ik heb heel veel gezien, fouten gemaakt. Dus ik kan, ik, ik kan echt veel situaties aan. Mm -hmm. Ik zal mezelf nooit een volwaardige DOP ook noemen. Omdat ik gewoon niet, net die, niet die kennis heb die ik vind een DOP moet hebben. Mm -hmm. En bij regie heb ik die onzekerheid totaal niet. Omdat ik daar helemaal kan terugvallen op wie ik ben als persoon. Ja. En ik, ik weet hoe ik in het leven sta. En ik weet dat ik een, een goed persoon ben met goede intenties. Die heel loyaal is en mooie dingen wilt maken en goed bij mensen is. Dus daar, daar voel ik, denk ik minder onzekerheid ook. En, en veel meer kracht om met z'n allen iets moois te maken. En denk die kracht, dat is denk ik de energie die ik voel als ik naar huis rijd. En dat ik met een glimlach naar huis rijd. Snap je? Ja. Ja, herkenbaar. Dus, uh, ja, ik, ja, dat moet je helemaal herkennen. Ja, herkenbaar. En wat ook. Uh, en ik vind het, het is niet zo dat het. Het is geen gemakzuchtige keuze. Uh, dat bedoel ik hier niet mee. Maar wat ik wel lekker vind is bijvoorbeeld als je de deur uitloopt, dat je niet over al die gear hoeft na te denken. Mm. Natuurlijk heb je wel het hele voortraject gedaan. Uh, dus, 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 dus Je bent er eigenlijk nog veel meer mee bezig, misschien dan, dan een cameraman. Maar ik vind de, man de manier hoe je met een klus bezig bent, vind ik ook veel fijner. Dus veel meer... Uh, van tevoren en veel minder dat, dat hele praktische, met, met spullen. Het gaat veel meer over de inhoud. Ja, je hebt hele andere verantwoordelijkheden ook. Dat is het. En, en ik vind toch het verhaal uiteindelijk het belangrijkste. Ja. En dat is ook waar ik dat is maar waar ik me bezig wil houden. Ik wil wakker liggen van hoe gaan we dat verhaal vertellen. En hoe, hoe kunnen we dat verhaal echt op een mooie manier over laten komen. Dat het binnenkomt. Snap je? En ik, ja. ik, ik, ik lig niet wakker van oh, welke lens wil ik gebruiken. En die zijn er ook, want ik heb heel veel vrienden die dat hebben. Die denken, oh, ik zou zo graag. Oké, okay, de regisseur wil deze look, wil dit overbrengen. Oh, misschien moet ik dan wel deze techniek gebruiken om dat te bereiken. En, en dat heb ik dus niet, snap je? Ja. Dus. Um... Maar dan is het nu wel duidelijk, toch? Ja, is duidelijk. En daar heb ik het echt over commercieel werk. Met, met wat leukere, grote producties werken met Cruise. En wat ik deze afgelopen tijd. Dus, een beetje de call die ik heb genomen. Ik ben twee maanden even tussenuit geweest ook. Ook heel erg vergelijkbaar met jouw verhaal. Ja. Wat ik daar weer heb geleerd is. Hoe leuk ik het ook vindt om. Om terug te gaan bij hoe het begonnen is. Ja. Ik ben naar Frankrijk gegaan. Elf dagen in mijn auto alleen. Met mijn FX3. Waar ik hier ook mee film. Heel klein en laagdrempelig. De wereld ingaan. En, en vastleggen hoe, hoe ik het zie. En mensen spreken. Mensen interviewen. Dus, dus als een soort one-man band, uh, een eigen verhaal maken. Daar wil ik ook veel meer. En dat is ook, ook een soort regie. En daar komt dan ook wel camera is dan een onderdeel. Maar dan zie ik camera meer als een onderdeel van mijn regie. Eigenlijk. Juist, als, ja. een van als een verlengde van mijn ooghoek naar de wereld kijken. Mm -hmm. En dat is hoe ik hoe camera wil gebruiken. Dus dat camera blijft onderdeel van, van mijn pakket aan diensten, maar wel als onderdeel van hoe ik als mens de wereld zie en hoe ik verhalen wil vertellen. Ja, dat is denk ik een beetje hoe ik nu sta man. Okay. Snap je het een beetje? Ja, ik snap het zeker. En het Feet. is ook interessant. Ja. Maar uh, ja, ik zou zeggen, go for it, man. Ik ga gewoon op je gevoel af. Jij ook, bro. En dat zeggen we ook tegen alle luisteraars. Zeg het nog maar één keer in, in, in de camera. Go for it. Go for it, motherfucker. <laughs> <laughs> Oké, okay, man. Bro, bedankt voor alles. En succes met alles wat je gaat doen. Dankjewel, man. Jij ook. Let op jezelf. Tegen luisteraars ook. Nou, die woorden moet je denk ik overnemen. Go for it. Zeker ook voor jullie. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. Super leuk dat jullie ja, met me mee blijven reizen in deze creatieve zoektocht. Succes met alles waar jullie mee bezig zijn. En um, ja, tot de volgende keer. Ik heb er weer zin in man.